Hallo. Hallo. Maar ben ik dan nu ook al meteen live? Ik moet even een keer uitvogelen wat de timing is. Vanaf wanneer zien jullie mij? Misschien tunen jullie ook gewoon in net als ik midden in mijn verhaal zit. Ik weet het niet. Hallo iedereen, als het goed is ben ik nu live. Ik probeerde eventjes uit te vogelen wanneer ik nou echt precies live ga. Want ik heb dus zeg maar... jullie horen mij. Ik heb dus zeg maar live gaan knopje, maar als ik de stream playbacks kijk op mijn kanaal, ben ik altijd nog iets van 10 seconden live voordat ik op live gaan heb gedrukt. Dat is een beetje weird hoe dat werkt. Maar ja, ik wilde dus even checken wanneer dat was, maar dat weet ik nu nog steeds niet. Hallo iedereen, het spijt me. Welkom bij deze stream. Stuur eventjes miljarden emojis als alles helemaal goed klinkt, als jullie mij kunnen horen, als jullie die sappige tunes in the background kunnen horen. Nou zijn die wel een beetje zacht, ik heb die net zachter gezet. Dat. En als je het nog niet gedaan hebt, kijk heel eventjes naar de poll, want er staat iets hartstikke leuks. Het heeft te maken met liken, smash eventjes allemaal op die like. Oeh, we hebben nu al 85 likes hoor, dat is heel sappig. Ja, de mensen stromen nu nog een beetje binnen. Hier gaan van 100 kijkers ineens naar 140. Welkom iedereen, welkom. Gaat het goed met jullie? Ik hoop dat het goed met jullie gaat. En zo niet, dan hoop ik dat ik jullie avond nog een beetje beter kan maken. Even kijken. Ik doe eventjes zo de chat. Oh, kijk eens even aan. Ik zie miljoenen emojis. Nou, dat is goed om te zien. Want misschien was ik voor niks aan het lullen. Ik was bij jou in Roblox. Dat klopt inderdaad. Ik herken je naam. Je hebt helemaal gelijk. Oh my god, dat was wel leuk. Ja, ik speelde Roblox 4 uur geleden of zo. Je bent de beste. Dankjewel, Vincent. Dankjewel. Hoi, Dante. Hallo, Gamer YouTube. Hallo, ik ben fan 1-1 Horn Joost. Hey, yo, 1 Horn Joost is fan. Insane. Hey, we hebben ook gewoon een nu al donatie van Lucas met de 1,13 euro. Heel erg bedankt, bro. Je bent er gewoon flipping weer. Nou, ik hoop dat je gaat genieten van de stream. Heel erg bedankt voor je 1,13 euro. Ik heb examens. Oeh. Maar hoezo om deze tijd van het jaar? Of heb je toetsweek? Of ben je in België? Ik weet niet hoe het Belgische schoolsysteem werkt. Maar hoe dan ook, veel succes. Het gaat je lukken. Zolang je goed hebt geleerd, moet het wel goed komen. Als je niet goed hebt geleerd, komt het vast ook wel goed. Veel succes. Zeg, mijn naam is Sylvijn. Dit is eigenlijk nog niet officieel een naamrondje. Dat gaan we zo meteen doen. Maar dat horen jullie zo nog wel. Ik heb vandaag een drumstel gekregen. Damn, dat is best wel ziek, Pro Gamer XL. Heb je echt een volledig drumstel? Echt gewoon met zo'n toedoedoedoedoe. En dan die snaar en dan die kickdrum. Dat is echt ziek. Dat is echt ziek. Veel plezier ermee. Ik ben bijna jarig. Alvast gefeliciteerd. Vanaf nu zijn er allemaal mensen ineens bijna jarig. Oh, België. Ja, thanks. Ah, oké, vandaar. Ja, ik weet echt totaal niet hoe het daar werkt. Je zit daar ook veel langer op school, volgens mij. Ik snap het niet helemaal. Maar veel succes. Veel succes. Ik kom uit België. Oh, Game YouTube komt ook uit België. Oh, hoeveel Belgen kijken? Dat vraag ik me af. Dat lijkt me wel leuk om te weten. Je bent de beste YouTuber. Dankjewel. Ik ben mega fan. Ook heel erg bedankt. Heel erg bedankt iedereen. Zijn jullie dat... Oh, is dat Lucas zijn dingetje? Ja, kijk. Oké, dan weten we ook weer dat dat werkt. Jouw donatie staat nu in beeld. Very sappig. Zijn jullie er een beetje klaar voor? Hebben jullie er een beetje zin in? We gaan dus weer Team Park Tycoon spelen. Het staat in de titel nogal logisch, maar ik heb er nog niks van gezegd. We gaan gewoon weer lekker in VIP-server zitten. Ik ben nog niet helemaal zeker of we daadwerkelijk gaan bouwen of parken van kijkers. Ik denk dat we nu niet zozeer gaan focussen op fonteinen bouwen en restaurants. Ik denk dat we nu gaan focussen op gewoon lekker achtbanen bouwen. Want doe weer anders vind ik dat echt het leukste wat er is in Team Park Tycoon. Ik vind het gewoon leuk. Ja, decoreren ook wel. Maar gewoon bouwen van achtbanen is sick. Ik zat te denken aan een inverted coaster. Ik heb wel wat ideetjes. Dus dat gaan we zo meteen zien. Nou, we moeten weer zo even plek maken. Want het zit nu helemaal volgestouwd met achtbanen. Maar dat zien we zo wel. Misschien gaan we ook even wat parken bekijken van kijkers in de VIP-servers. Voor nu, ik zie dat iedereen ja spamt in de chat. Dus dat betekent dat jullie er klaar voor zijn. Dat vind ik heel erg leuk om te horen. Welk leerjaar? Oeh, we hebben een donatie. Dat is een tippie streampje volgens mij. Dat is een tippie streampje. Maar ik maak hem heel eventjes af. Iemand vroeg... Oh, even kijken of ik hem nog kan vinden. Jesper vroeg, welk leerjaar zit je? Ik zit op dit moment niet op school. Ik heb een tussenjaar, maar vorig jaar zat ik in de vijfde van de HAVO. Even kijken. Wie heeft gedoneerd? Wie?
Het is Flipping Kian, natuurlijk. Lekker bro, hij gooit eventjes die 3 euro. In die eerste 10 seconden die je altijd ziet als je terugkijkt, komt altijd reclame. Oh, serieus? Ja, behalve als je een blokker hebt. Oeh, ja, maar heel erg bedankt voor je 3 euro. In plaats van dat je, zeg maar, je moderator kleurtje gebruikt om dit uit te leggen, want ik kan jou gewoon zien in chat wat jij zegt, gebruik je een donatie. Heel erg bedankt, heel erg bedankt. Even kijken, waar was ik gebleven? Ik weet het niet meer. Wil je mijn park zien? Wie weet, als we samen in de game zitten, David, kan ik wel eventjes naar je park kijken. Dat gaan we zo allemaal bekijken. Ik heb een DJ-set gekocht. Wow, is het ineens kerst of zo? Mensen kopen DJ-sets, drumstellen. Veel plezier iedereen met alles. Dat is echt sick. Ik heb deze week mijn arm gebroken. Je bent echt een superleuke YouTuber. Oh, dat is niet nice. Hoe dan? Is dat door sport of zo? Ja, beterschap in ieder geval. Ik hoop dat ik je een beetje kan opvrolijken met deze stream. Ik heb verkeersexamen, praktijkexamen. Wil je mijn naam zeggen? Voor wat? Voor scooter? Of auto? Laat het eventjes weten. Wil je mijn naam zeggen? Hidden, natuurlijk. Veel plezier, succes. Nou, plezier niet. Veel succes ermee. Hey, Noxy. Gooit ook eventjes die 1 euro. Heel erg bedankt. Is ook iemand die super vaak doneert. Heel erg bedankt voor de support. Ja, volledig. Ik zat er 1 uur en 30 minuten mee te drummen. De buren haten me nu. Oh, je hebt geen elektrische drumstel gehaald waar je gewoon een koptelefoon op hebt. Oeh, yikes. Dat gaan de buren niet leuk vinden. Maar ik denk dat jij het wel heel leuk vindt. 1 uur en 30 minuten. Dat is nice. Dat is nice. Ja, als je het kan, lijkt het me heel leuk een instrument bespelen. Dan, ik weet niet, het lijkt me heel rustgevend. Nou, lijkt drummen me wel vermoeiend. Ik heb je glitch-trui gekocht. Nice, bro. Nice, trouwens. Oh, ja, hier. Insane. Wil je nou ook een Clonie Games glitch hoodie? Check het dan eventjes. Clonieharmy.nl staat ook in de beschrijving. Very nice. Very nice. Nou, zullen we maar eens gaan beginnen, of niet? Nou, trouwens, we doen eerst een namenrondje. Zullen we eerst eventjes een namenrondje doen? En daarna ga ik alles uitleggen over de privé-server en hoe jullie mij kunnen joinen. Het gaat helemaal goed komen. Het gaat helemaal goed komen. Maar eerst doen we eventjes een naamrondje. En ik ga even kijken. De poll heeft op dit moment 82%. Ja, dat komt wel ongeveer overeen. Nice. We hebben nu al 200 flipping likes. Dat is echt super nice. Heel erg bedankt. Smash allemaal nog eventjes op die like als je dat niet hebt gedaan. En deel deze stream met iedereen die je kent. Zeg eventjes tegen je goudvis, tegen je hond van... Yo. Clonie Games is weer Team Park Tycoon aan het streamen. Nou, misschien moet je het naar andere mensen sturen. Dat lijkt me iets slimmer. Even kijken. Oh, jullie zijn al helemaal namen aan het spammen. Het spijt me. Justin, Badder, Finn, Jay, Nadine is het. Siba, Ruben, Stef, Neil, Thijs, Anwar, Benjamin, Gino, Matthijs. Stef, Jace, oh my god, de chat gaat snel. Hidde, Dion, Luca, Sanna, Nuno, Dex, Anwar, Wolf, Dion, Seth, Nathan. Oh, heel erg bedankt. Of is dat Noxky? Even kijken. Nee, dat is E op de gamer. Oké, Noxky, jij komt als het goed is straks ook in beeld. Even kijken, wij hebben een donatie van E op de Gamer. Hij is er weer. Heel erg bedankt, bro, voor je 3 euro. Deze man heeft ook al super vaak gedoneerd. Kijk, Discord Taco Check. Normaal check ik eigenlijk geen Discord in de stream, maar... Dit vind ik heel mysterieus. Hallo, Gaiojo. How is it going? How is it going? Au, er zit iets in mijn oogbal. Dat is niet fijn. Dylan, Xander, Cas, Christian. Sorry dat ik op mijn telefoon zit. Ik moet blijkbaar eventjes in een bepaalde channel kijken. Oké. Dat is echt heel random. Ik ga niet de video's nu kijken, want dat duurt wel lang. Dat is heel random. Wouter, Maika, Christian, Henk, Olly, Gijs, Rosco, Leander, Casper, Sef, Esra, Wouter, Sylvijn... Kai, Pim, Timo, Noxky, Jelle. Sorry, ik heb wederom net hier voor avond gegeten. Het spijt me. Ja, dat is gewoon een beetje net hoe het uitkomt, oké? Ik ga niet hier na avond eten en ook niet in de stream. Olle, Casper, Eddy, Aaron, Jutta, Steven, Casper, Noxky, Eddy, Robbe, Tijn, Denzel, Olle, Aaron... Quinten, Wessel,
Denise, ik kom zo terug, moet eten. Doei doei, Noxky. Eet smakelijk. Sky. Nander, Sky, Jalfesh, Robbe, Jano, Noah, Amin, Timo, Sky, Matthew, Jutta, Dion, Cesar, Olle, Cas, Quintijn, Caitlin, Stijn, Dante. Er zit een Dante in de chat, insane. Nander, Julian. Wow, snelle chats. Ja, het is altijd insane tijdens een naamrondje. Ik moet ook echt even concentreren, het spijt me. Milan, Malik, Aaron, Ronan, Casper, Julian, Olanzo, Eden, Raf, Thijs, Brian, Rachel, Levi, Avi, Stef, Joas. Ik denk dat dat voor nu wel eventjes is. Dit wordt sowieso niet het laatste naamrondje. Op het einde, helemaal aan het einde van de stream, doen we nog een naamrondje. En bij de 500 likes doen we nog een extra naamrondje tussendoor. Dus smash vooral eventjes op die like als jullie nog een naamrondje willen zien. Maar voor nu wil ik eventjes aan jullie vragen. Zijn jullie er klaar voor? Zijn jullie er klaar voor om in de VIP-server te gaan? Ik ga het uitleggen, maar spam ondertussen ja. Nadat ik klaar ben met mijn uitleg, kan de VIP-server, kan de privé-server link op elk moment komen. Let heel erg goed op de chat, want hoe het gaat werken is, ik heb dus een privé-server en jullie kunnen met mij spelen. Er kunnen 5 andere mensen met mij spelen. Ik weet het, het is niet veel. Er zijn niet veel plekken. Daar kan ik niks aan doen. Dat is gewoon een beetje hoe de game is. Maar zometeen stuur ik een link in de chat en als jullie op die link klikken, dan opent die meteen je Roblox en dan kom je misschien bij mij in de Roblox game. Maar je moet vooral niet wachten totdat ik zeg 3, 2, 1, ik stuur hem nu. Want er is natuurlijk stream delay, dus hij kan nu eigenlijk op elk moment komen. Dus let heel goed op de chat de komende 5 minuten. Hij kan echt op elk moment komen. Dus nadat je ja hebt gespamd, stop met ja spammen en focus. Focus, oké. Okay. Of Dion, Seth. Misschien bij mij. Even kijken, waar zijn we nu op de delay? Maar ik moet heel even wachten totdat wat ik net heb gezegd ook, zeg maar, op beeld te zien is. Dus hij kan nu eigenlijk op elk moment komen. Sorry, daar hoorden jullie mij eventjes. Ik was eventjes aan het luisteren. Oké, we wachten nog heel eventjes en ja, daarna ga ik hem sturen. Maar ja, dan is hij al gestuurd voordat jullie horen dat ik zeg dat ik hem al ga sturen. Oh, het is ingewikkeld. Het is ingewikkeld, maar iedereen is ja aan het spammen. Ik moet natuurlijk zelf ook wel eventjes in de game gaan zitten. Dat is wel handig. Oké, ik denk dat jullie het nu ongeveer wel gehoord hebben. Ik hoop dat jullie stoppen met spammen. Daar komt hij nog niet, want ik moet zelf in de game zitten. Hallo, start op. Dank u wel. Dank u, dank u, dank u. Pats. En ik ben in een normale lobby gegaan. Ik ben alweer echt heel flipping slim. Oh my god. Of ik heb de link van de vorige keer niet gerefreshed. Nee, die had ik niet gerefreshed, maar er zit niemand in. Ja, nu werkt het niet meer. Even kijken. Oké, ja, ik kom nu op elk moment. Dat heb ik echt al een jaar geleden gezegd. 3, 2, 1 en... Oh, werkt het? Ja, oké. Ik wil toch eerst nog zelf even ingeladen. Oh, nee. Zo laat hij niet in. Zo laat hij niet in. Ik wil de link sturen. Oké, yes. Zit iedereen helemaal op te letten. Helemaal te stoppen met spammen. Daar is hij. Daar is hij. Dat is hem. YouTube is zo hard aan het laggen. Oh, serieus? Ik hoop niet dat mijn stream lagt. Ik hoop het niet. Nou, daar is de link. Ik hoop dat jullie erin kunnen. Oh ja, ik zie Super Mario. Ik zie allemaal mensen. Volgens mij werkt het allemaal. Nou, dat is hartstikke mooi. Dan zet ik dit even allemaal op mijn tweede beeldscherm. Zo. Oh, even achter mijn camera kijken. Yes, daar zijn we. Escape Game YouTube zit er ook lekker in. We laden weer eventjes mijn park in. En dan gaan we het alvast weer eventjes dag maken natuurlijk. Want het is zo flipping donker. Set time of day. Die zetten we dan naar 2000. Hoppakee. En dan blijft het voor altijd dag. Dat is wel echt heel erg sappig. Hoppakee. Iedereen komt dan naar mijn park toe. Even kijken. Hebben we echt van die monsterparken hier of niet? Ik zie niet hele grote parken. Oké, weet je wat? Dan gaan we in deze VIP-server wel gewoon een beetje zelf wat dingen bouwen. Trouwens, ik ga elk half uur, denk ik. Nou, zijn we nu ietsje later begonnen. Dus dat is een beetje lastig. Ik weet niet echt hoe we dat gaan doen.
Maar ja, misschien doe ik 2 of 3 VIP-servers. Maar na een half uur of na 40 minuten doen we een nieuwe VIP-server. Maar dat weet ik niet precies. Oh ja, we hadden hier natuurlijk een soort van heel snel de Python gebouwd. Die gaan we nu wel eventjes verwijderen, want ja, die zat op zo'n gare plek. Dus toedeloe, meneer Python. Was wel leuk om die te bouwen op zich. Ik wil dus eventjes een nieuwe coaster bouwen. Ik ga deze denk ik eventjes verwijderen. Ik ben trouwens nog niet in deze gegaan op stream. Nou is het wel een beetje een epilepsy warning, dus dat doe ik misschien maar niet. Want het is zo erg. Nou weet je wat, ik ga wel gewoon in third person. Maar als je in first person hierin gaat, dat kan gewoon niet. Het is te insane. Echt, dit is zo'n verschrikkelijke coaster. Wat ik heb gedaan is, ik heb naar build height gebouwd. En dan heb ik dus hierboven een booster gezet. En die booster heb ik op max 500% gezet. En dan heb ik dus de sloomste bocht naar onder gepakt. Dus dat je zoveel mogelijk bochten kan maken. Nou spint hij niet zo te zien. Hij blijft eigenlijk stilstaan. Maar dan ga je dus zo. Ik ga niet eens in first person. Want dat is echt insane. Daar word je zo flipping duizelig van. En hoppakee, dat is hem. Het is zo flipping gaar. Ja, first person is het wel het leukst. Maar ja, dat gaan we maar even lekker niet doen. Hoppakee, toedeloe, dan is die ook weg. En dan moeten we natuurlijk eventjes dit gaan opvullen. Want dit ziet er niet uit. Ik kan niet joinen. Ja, dat komt waarschijnlijk omdat hij vol zit. Het spijt me. Het is ook wel heel lastig, hè. Er kunnen maar 5 mensen in. En daar kijken meer dan 200 mensen deze stream of zo. Dus, ja. Het spijt me. Het spijt me. Nee, ik kan niet. Ja, dat komt omdat hij vol zit. Als hij vol zit, kan er niemand meer bij. Kun je mijn park ook bekijken? Ik weet niet of hij in game zit, dan kan dat wel. Maar helaas, dit keer is het niet gelukt. Nu gaan we gewoon even lekker fun maken. Hey Lucas, heel erg bedankt voor je 2 euro. Heel erg bedankt. Tweede donatie van jou deze stream. Thank you very much. Jij bent een hele schattige beer. Oké, daar komen nog meer mensen aan. Even kijken, hebben we iedereen al? Nee, we missen nog 1 iemand. Maar die vindt het vast ooit nog wel een keertje. Ik denk dat we hier eventjes een nieuwe coaster gaan bouwen. Deze gaat waarschijnlijk ook ooit een keer weg. Even kijken, we hebben daar dus de fountain en daar maken we dus het restaurant. Hier maken we een gebouw. Eigenlijk is heel het plein al gewoon verpest. Die wil ik eigenlijk veel groter, maar daarvoor moet de ingang ook veel groter. Daar wil ik ook nog een gebouw. Ja, sorry, ik ben nu even aan het kijken naar wat we in de vorige stream hebben gebouwd. Dus als jullie dat niet gezien hebben, het spijt me. Maar ik wil daar nog een gebouw en hier, maar eigenlijk komt het helemaal niet uit. Want ik wil eens even kijken hoe ik het met de paden ga doen. Maar die gaat dan schuin zo, denk ik. En dit komt helemaal niet uit. Die moet eigenlijk verwijderd worden. En eigenlijk is het park ook veel te klein voor coasters zoals de King Daka. Zeg maar, deze coaster is veel te flipping groot. Als je hem vergelijkt met de ingang. Ingang is echt miniatuur. Ja, vooral die. Kijk, die King Daka die had eigenlijk smaller gemoeten. Die had zo en die had al hier naar beneden moeten gaan eigenlijk. Zien jullie mijn muis? Ja, die had al hier. Want nu lijkt die ook zo groot. Het is zo'n miniatuurpark en al van die mega coasters. Dus daarom denk ik als we nu nog een coaster gaan maken, dat we hem eventjes wat kleiner moeten maken. Ik sta op 1 in line. Ja, misschien als iemand lief, dan kan je erbij. Het zou kunnen. Het zou kunnen. Lonnie is een goede streamer. Dankjewel, dankjewel. Ga je ook Little Nightmares 3 doen? Natuurlijk ga ik dat doen. Natuurlijk ga ik Little Nightmares 3 spelen als dat uitkomt. Anders had ik ook niet op de trailers gereageerd. En anders had ik ook niet de eerste 2 games gespeeld. Ik vind hele coole games, dus natuurlijk. Even kijken, wat hebben we allemaal? We hebben een flying coaster. Het lijkt niet echt op een coaster die heel erg veel gaat doen. Oh my god, ik hoor zoveel donaties sounds. Dat hoorde ik net trouwens ook, maar toen had ik het genegeerd. Het spijt me. Even kijken, wat hebben wij allemaal? Wij hebben nog een donatie van Lorenzo met de 4 flipping euro. Heel erg bedankt. Dat is een nieuwe donateur ook gewoon. Yo, succes met de stream. Dankjewel Lorenzo. En heel, heel, heel erg bedankt voor je donatie. Even kijken, wij hebben dus hier de inverted coaster. Dit is best wel een generic coaster. Oh nee, dat was de legacy. Ja, deze inverted coaster wordt het misschien wel. En we hebben flying coaster. Ik weet niet helemaal wat het verschil is, om heel eerlijk te zijn. Even kijken, wat kan dit ding allemaal? Oh, die kan wel gewoon crazy dingetjes doen. Floorless zouden we ook kunnen maken, maar dit ziet een beetje goofy uit. We kunnen ook een inverted 4 seats across. Ik denk dat ik een inverted doe, man. Of we kunnen een wooden coaster... Wat willen jullie? Zullen we... Een omgedraaide rollercoaster maken? Of zullen we een houten maken? Hybride kan ook. Dus dat het zeg maar... Zo'n stalen baan, maar dan met houten dingen, zeg maar. Ja,
gewoon... Zullen we een houten maken of een omgekeerde? Dat is mijn vraag. Oh, je hebt ook Inverted Power. Oh, maar dat is Darkride. Nee, nee, dat willen we niet. Hoeveel sterrenpark heb je? Dit park heeft nu 4,5 ster. Maar dat komt omdat ik een ondergrondse money farm heb. Dus ja, het is niet echt omdat mijn park zo geweldig is. Je kan niet join door privacy settings. Ja, voor zover ik weet, ligt dat... Ik klinkt gaaf te zeggen, maar dat ligt zeg maar aan jullie. En niet aan hoe ik de VIP-server heb ingesteld. Het is heel ingewikkeld. Ik snap niet echt hoe je dat moet fixen. Sommige mensen weten dat wel, dus dan moet je dat even in chat vragen. Hé, hey, we hebben een nieuwe donatie van Lorenzo. Hij doneert gewoon eventjes. 2 flipping keer achter elkaar. Dat is pretty insane. Even kijken. We hebben dus nog een donatie van Lorenzo met de 1 euro love. Naar jouw groetjes, Lorenzo. Heel erg bedankt. Heel erg bedankt, Lorenzo. Dikke shout-out naar Lorenzo. Woeden omgekeerd. Ah, of moeten we dit even een polltje maken? Misschien moeten we dit even een poll maken. Want ik kan het niet helemaal volgen. Woeden of inverted? Inverted is dus die omgekeerde. Woeden is dus ja, een houten achtbaan zoals Joris en de Draak of zo. Even kijken wat jullie stemmen. Ja, dit is wel een lastige keuze. Ik snap dat we nu niks aan het doen zijn. Maar ja, dit is wel een soort van een definitieve keuze. Oh my god. Is dit van Superchat net? Oh, het is Jaël. Het is Jaël hoor. Oeh, dit is de eerste donatie, of niet dan? Even kijken, wat zegt hij allemaal? Jaël met 1 euro. Hoi Poekie, dit is al mijn geld. Dus betaal de sim zelf maar. Gast, nee. Ga je mijn last minute scammen? Oké, okay, dit zijn inside... Nou, niet inside jokes. Dit is tussen ons. Dit is tussen ons. Even kijken, 66... Oeh, jullie willen liever hout dan inverted? Maar inverted kan je zieke loopingen maken. En dan kan je 0G rolls en zo. Oké, okay, maar ja, jullie hebben gestemd. Dus we gaan lekker voor een wooden coaster. Ja, dan gaan we lekker voor een wooden coaster. Oh, happatee, happatee. Oké, okay, dus ja, het is best wel close op zich. Ik denk om heel eerlijk te zijn dat wooden heeft gewonnen omdat het de optie A was. Maar ja, ik zie wel veel mensen zeggen hout. Oké, okay, dat is helemaal goed. Ik ben echt al 5 jaar fan. Dat is lang, Ryan Power. Dat is echt heel lang. Ben je live op Twitch? Nee, ik stream alleen maar op YouTube. Als het hout is, maak de woorden... Wat voor coaster is dat? Ik ken eigenlijk alleen Joris en de Draak. Ik maak wel gewoon mijn eigen coaster. Wat wel nice is als we een houten coaster maken... is dat we wat meer lateral G-forces kunnen krijgen. Ik heb hem best wel verdiept in coaster design. Dus het moet goed komen. Nee, maar dan kunnen we wat ruiger gaan. Dat moet ook wel, want je kan niet echt loopingen maken en zo om het ruig te maken. Ja, was hier een goede locatie voor? Dat weet ik dus niet echt. Ik vind eigenlijk dat het plot heel klein is. Maar dat komt misschien omdat ik zulke megacoasters heb gemaakt. Ja, die Ying en Yang is gewoon echt verschrikkelijk. Want dat is dus een hypercoaster, maar je moet gewoon geen hypercoasters maken in Theme Park Tycoon. Want dat kost zoveel te veel land. Om heel eerlijk te zijn weet ik echt niet waar we hem gaan plaatsen. Want ik heb totaal geen beeld van hoe het park eruit gaat zien. Ja, ik denk dat ik hem maar gewoon... Weet je wat? Weet je wat we eerst eventjes gaan doen? Ik ga eerst gewoon even stukken land kopen. Dan hebben we het in ieder geval. Dus 10k. Hoppakee. Gewoon even dit allemaal kopen. Dan hebben we eventjes ruimte om mee te werken. Het is wel veel, maar we hebben wel geld. Dus het moet wel goed komen. Hoppakee. En hoppakee. Kijk, nu hebben we even iets meer ruimte. Dat is wel chill. En dan denk ik maar gewoon dat we hem zo plaatsen. Of is dat dan weer onhandig? Misschien plaatsen we hem... Ja, ik weet niet. Weet je wat? We gaan wel gewoon lekker beginnen met bouwen. Jullie zijn al super lang aan het wachten. Het spijt mij enorm. Maar een houten coaster is op zich wel een leuk idee. Dan hebben we weer eventjes iets anders. Ik weet alleen niet per se hoe ik hem zal plaatsen. Even kijken. Is dat een... Oeh, dat is een nieuwe tippy stream volgens mij. Yo, we hebben gewoon een donatie van Jesse met de 4,01 euro. Yo bro, ik kijk je al zo lang bro. Je bent te groot geworden. Qua lengte of qua subscribers? Want ik ben in het echt niet groot geworden. Vroeger was je een muis en nu een wolf. Nou, dat is niet waar. Ben ik zo eng geworden? Nou, nee, mooi gedaan en veel succes. Dankjewel Jesse voor je 4 euro. Insane. Ik ben nu blijkbaar een wolf. Dat is best wel een ziek compliment. Zo, komt allemaal lekker uit. Dat is best wel een ziek compliment.
Klonnie, sorry, ik was er bij een vorige stream. Je kwam door scouting. Maakt niet uit, Bega Monkey. Je bent er bijna elke stream, dus het maakt niet uit. Ja, even kijken. Ik weet oprecht niet hoe we hem gaan plaatsen. Het is misschien wel ziek als je hem zo in een hoekje bouwt. Nou wil ik dan eigenlijk wel alles hebben. Maar dat wordt duur. Dat wordt een dure grap. Ja, nee, dat wordt een veel te dure grap. Verdorie. Oké, we gaan beginnen met bouwen, zoals ik al 700 keer heb gezegd. Weet je wat? Ja, ik wil hem dus eigenlijk wel in een hoekje bouwen. Maar dan doen we eerst zo. Ik weet niet of dit een ground station wordt. Ik denk dat dit zoiets wordt. Even kijken. Dan is die gewoon even een heel klein beetje boven de grond. Trouwens, nee. Nee, nee, nee. Het gaat nu al fout. Het gaat nu al fout. Oh, oh, oh. Ik vind het altijd zo lastig om keuzes in dit spel te maken. Omdat elke keuze die je maakt is zeg maar final. Dat is er heel lastig aan. Oké, dan hebben we hier de station. Dan hebben we even kijken. 1 karretje, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 karretjes is wel prima, denk ik. Dan hebben we hier... Ja, eigenlijk is het ziek als een soort storage ding hebben. Oh nee, houten coasters hebben natuurlijk geen opslag. Maar dan hebben we denk ik hier ergens nog even block breaks of zo. Kunnen dit block breaks zijn? Oh ja, zo. Doen we even 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Oké, dan hebben we in ieder geval vast even de eerste block breaks neergezet. Oké, en dan gaan we nu gewoon lekker bouwen. Dit worden normale stukken. En ik denk, kan je een schuine chainlift doen? Ik weet niet of dat kan. Ja, misschien gaan we maar gewoon in één keer omhoog. Ik denk dat dat wel een goede is. Ik weet even niet wat een goede pitch is eigenlijk. Wacht, we doen even snap rotate. Ik denk dit of zo. Dit is wel heel stijl. We kunnen ook eens even zelf iets ertussenin doen. Ik denk zo. Dat is prima. Hij moet niet te hoog zijn. Ik vind altijd hoogte zo lastig in dit spel. Dat is eigenlijk al een hele lastige. Misschien maken we eerst even zo het begin. En daarna gaan we al meteen even kijken hoe snel die gaat. Ik heb de deur in de Freddy Wright de fast deur genoemd. Serieus, oh my god. Oh, dat is wel leuk. Ik kijk al voordat Liga gemaakt was. Oeh, dat is lang. Meer dan 6 jaar. Is dat al 6 jaar geleden? Damn, dat wist ik niet eens. Plaats de stations op de hoogte. Je hebt veel meer mogelijkheden. Ja, maar dat wil ik in dit geval niet doen. Want ik wil een normale station maken die net boven de grond zit. En ik wil hem zo maken dat je die zilveren trappen niet hebt. Dus dat je zeg maar zoiets plaatst. Even kijken. Want ik wil dit juist niet echt een hoge station. Ik wil hem dus als het ware zo en dat je hierop staat. Ik wil deze redelijk simpel houden. Ik wil dat deze niet te veel theming heeft. Dus dan zo en dan plaats je in principe gewoon een primaat hierin ook. Kijk, dan doe je zo en dan deze door de helft. En dan doe je gewoon dit. Hoppakee. Dan is dat heel clean. Hier, dit ziet er wel heel erg nice uit. Ik wil hem een beetje zo level houden. Want ik wil dat deze niet te flashy is. Nou kan ik dat blijkbaar niet zo in één keer overzetten. Dat is soes. Sauce. Weet je wat? Ik maak dit eerst wel eventjes. We zijn nu echt all over the place bezig. Maar ik vind het wel even leuk om dit te maken. Want dit is heel satisfying. Wat hebben jullie vandaag allemaal meegemaakt? Waarschijnlijk gewoon school. Dat is echt een domme vraag. Het is niet echt weekend of zo. Of vakantie. Hoppakee. Kijk, dit ziet er wel gewoon nice uit. En dan stap je zo in één keer op de track. Dan moet ik alleen wel echt paden hierin maken. Als ik wil dat guests hierin gaan. Oké, ja. Dan gaat hij hier direct omhoog. Enige nadeel is dat ik geen chainlifts heb neergezet. Dat had ik zo erg, hè, aan Team Park Tycoon. Als je dan andere achtbaanbouwspellen hebt gespeeld. Je kan daar zeg maar gewoon achteraf kiezen wat je wil. Oh, die arme mensen. Ja, bouwen we dan nog even... sorry. Ja, je kan hier geen trim break doen of zo. Oké, dan bouwen we weer even zo. Hij mocht wel ietsje stijlen. Misschien is dat niet heel realistisch, maar anders halen we het nooit. Dit is wel heel stijl. Verdorie. 1, 2...
Oké, zo denk ik ongeveer. En dan mag hij nu wat langer. En dan snappen we hem nu recht. Ik weet alleen niet echt hoe je hem dan vervolgens recht moet maken. Oh zo, kijk. Hoppakee. Nu zit hij dus ook weer op de grid. Dat is wel nice. Oké, ja, nu is het eigenlijk gewoon Joris en de draak. Ik kan eigenlijk alleen maar Joris en de draak maken. En we zitten nu zo dicht bij de rand. Ik ben niet goed in houten coasters. En hij is heel hoog voor een houten coaster, voor mijn gevoel. Ik wilde eigenlijk gewoon invert, want dat is veel makkelijker. Ik weet niet echt de technieken voor een houten coaster. Weet je wat, we doen al schuine drop. Dat is denk ik best wel ruig. Trouwens, we moeten hem eerst even naar beneden maken. Sorry. Zodat zeg maar de chainlift even weg kan. Kijk, die kan nu weg. En dan gaan we nu zo langer naar rechts. En dan banken we hem. Denk redelijk veel. Ik wil echt dat je wel heen en weer gegooid wordt in deze achtbaan. Dat is wel een beetje de design philosophy van zo'n houding. Ik wil alleen niet dat je alle hoogte in één keer verspeeld wordt. Ik wil dat hij wel redelijk hoog blijft misschien. Ik wou dat je ook zoals in andere coaster bouwgames af en toe gewoon even in een first person vliegend karretje kan zitten. Want dan in dat soort spellen kan je zeg maar kiezen, ik wil nu even hier in een karretje zitten. En dan kan je er even langs gaan. We moeten sowieso even dit stuk land kopen. Maar ik ga nu al even kijken hoe hier de snelheid is. Want dat lijkt me wel even handig. Nu heb ik alsnog echt geen geld. Oh nee, ik heb geen geld inderdaad. Rip! Rip. Oké, ik ga nu even kijken hoe die tot nu toe is. Want ik wil even kijken hoe de snelheid is. Wat we wel eventjes gaan doen. Kijk, er staan nu al 2 treintjes op. 3 zelfs, jeetje. Chainlift speed gaat eventjes op 5000. En dan doen we denk ik... hoeveel karretjes doen we? Waar kan dat überhaupt? Oh, hier. We doen wel gewoon 2 treintjes. En doen we... train... Doen we gewoon 7 of zo? Hoezo kan je er dan niet 2? Hoezo moeten ze dan 4 zijn? Oké, noem wel gewoon 3 karretjes van 4. Wat dacht je daarvan? Oké, prima. Hoppakee, kan die lekker vaak gaan. Nou, daar gaan we. We gaan hem eventjes testen. Dus het is een ultrasnelle chainlift. Ik weet niet echt of dat de speed beïnvloedt. Ik denk het wel eigenlijk. Dat is wat minder. Ja, dat is hartstikke nice. Dat is hartstikke nice. Hij moet nog een beetje gentle zijn, zeg maar. Dus dit vind ik hartstikke nice eigenlijk. Het is ook wel ziek als hij een klein beetje dropt en daarna valt hij ineens. Maar ik wil ook niet al zijn hoogte in één keer verspillen. Dat is een beetje lastig. Hoe kan je er trouwens voor zorgen? Ik weet niet of iemand dat weet. Maar dat alle karretjes zeg maar in één keer... Dat de karretjes oneindig lang blijven gaan. Want nu als de karretjes crashen... Dan komen ze niet echt meer terug. Ik heb dit hiervoor eigenlijk al een beetje gaar gemaakt. Dat is een beetje een nadeel. Sorry, ben een beetje stil. Ik denk dat dit prima is. Kijk, dan ga je zo'n beetje in de wave. Nou wil ik hem denk ik net ietsje minder draaien voor nu. Net ietsje minder draaien, net iets meer zo. Zodat de banking even wat eerder komt. Ik wil namelijk al dat de banking wat eerder al extremer is. Dus dan moeten we eigenlijk eerst eventjes een klein stukje zo maken. Zodat de banking al even een beetje komt. Kijk, dan switch je zo redelijk nice. En dan maken we nu het stuk wat we eigenlijk net al hadden. En dan banken we hem veel. Maak een grotachtbaan waar je doorheen gaat. Oh ja, we kunnen wel een grot ook maken inderdaad. Dat is wel een goeie. Dankjewel voor je suggestie, bro. Thank you very much. Ja, ik wil dat hij hier eigenlijk best wel extreem gaat. Ik weet dat ik het had over dat hij niet hoogte moet verspillen. Alleen, ik wil hier eigenlijk wel dat hij echt heel hard gaat.
Ik vind het jammer dat hij niet een soort van de bocht kan behouden, de Advanced Editor. Ja, dan moet hij eigenlijk hier gaan. En dan wil ik hier dat hij eventjes wat golven maakt. Dan wil ik eigenlijk dat hij terug gaat in zichzelf. Oh nee, dan gaat hij denk ik eerst naar rechts en dan terug in zichzelf. Ja, want dit wordt dus geen race-achtbaan zoals Joris en de Draak. Dus ik heb veel meer vrijheid. Deze moet echt lang zijn. En dat komt denk ik wel goed, want ik heb de chainlift best wel hoog gemaakt. Dus dat is hartstikke mooi. Even kijken. Trouwens, ik was helemaal niet aan het opletten. Heeft iemand nog achtergelaten hoe je hem zo oneindig lang in testing kan laten gaan? Oh kijk, we moeten hem eventjes checken. Sorry, hierna kijk ik wel weer eventjes chat. We gaan dus zo schuin erop. Begint eigenlijk veel te mild. Oh, ik had niet door dat het zo mild was eigenlijk. Ik wilde hem heel ruig maken, want hij zag er best wel ruig uit. Ja, hij gaat helemaal niet stijl. Normaal zou dit met golven zijn. Ja, ik ben bang om iets te ruigste. Ik ben bang om iets te maken wat zeg maar veel te ruig is. Maar dat gebeurt dus eigenlijk niet bij autocoasters, want best wel veel mag gebeuren. Crap. Ik heb nu niet meer zin om hem anders te maken eigenlijk. Daar heb ik geen zin in. Want ik heb net zo erg mijn best gedaan, verdorie. Even kijken, we kunnen alvast de friction even omlaag zetten. Naar 50, gravity multiply 110 of zo. Dat zou eventueel kunnen. Als we nu weer eventjes verder bouwen. Oh, je kan hem niet in testing zetten terwijl je bouwt trouwens. Dat heb ik nu pas door. Oké, dan gaan we dus hier zo. En dan moet hier een beetje van die speed hills komen. Maar dat kan dus allemaal veel ruiger. Nou wil ik het liefst niet de banking veranderen net als je op die hill bent. Maar ja, of hem naar rechts zetten. Maar ja, dat is wat het is. Kijk, want als we, sorry, als we hier beneden zijn, kijk, dan kunnen we die banking wel aanpassen. Want dan zit je al lekker met die negatieve G-krachten. Dus dan ga je lekker zo naar rechts. En dan, ja, dit is misschien weer iets te ruig, maar ik wil toch wel dat die lekker ruig is eigenlijk. Dit gaat wel een probleempje worden, deze bocht. Crap, ik wil dus dat hij hier naar links ging. Ja, dit ziet er denk ik niet zo mooi uit, want hij gaat er heel weird doorheen nu. Maar ja, dat is een beetje wat het is eigenlijk. Dus dan kan je hem ook niet... Hij zit nu een beetje weird. Crap, dat is een beetje lastig. Dat moeten we nog even bekijken. Kan je de gamelink geven? Hij staat ten eerste gepint in de chat en... ja, als de vol zit, ik ga nog geen nieuwe link doen, dus het spijt me. Ik heb examens, veel succes Milan. Ik moet gaan, later dan te doei. Doei doei, fijne avond nog. Even kijken. Trouwens, als jullie iets anders willen, moeten jullie het zeggen. Want in de vorige stream wilden jullie dat ik aan een park ging werken. Maar als jullie dat niet willen, dan moeten jullie het zeggen hoor. Want nu is het in principe wel minder te doen in een VIP-server. Want ja, jullie kunnen niet zoveel doen behalve staan. Dus als jullie willen dat ik naar parken ga kijken, dan moeten jullie dat zeker zeggen. Hè? Ik doe gewoon lekker wat jullie willen. Dus dat moet echt gezegd worden. Ik wil het ook niet echt een te lange bocht maken. Die banking is echt verschrikkelijk. Maar ik vind het lastig om een ruige coaster te maken. Kijk, en als we hier dan weer eventjes een beetje hobbel maken. Ja, ik vind het wel dus heel lastig met dit soort coasters. Want je kan in principe niet heel veel doen.
Misschien is het wel weer ziek als die hier overheen gaat. Maar dat is denk ik niet mogelijk. Zullen we even kijken hoe die nu is? Ik ga parken kijken. Ja, Link, die ga ik dus nog niet sturen. Want dat zat niet bij de dingen die ik vroeg. Het was meer parken kijken of hiermee verder bouwen. Ik zie één iemand parken kijken. Oké, weet je wat? We gaan zo wel eventjes naar parken kijken. Dus zorg ervoor dat jullie even je beste park hebben neergezet. Parken kijken gaat in dit geval wel lastig, denk ik. Want het is maar één iemand met een park. Voor de rest heeft niemand een park. Dus ook al willen we parken kijken, dat is niet echt mogelijk in deze server. Dat moet dan in een volgende server. Dan doe ik misschien toch zomaar weer eventjes een Link. Zorg ervoor dat je eventjes een lekker park ready hebt staan. Zodat we kunnen kijken. Voor nu, kijken we even hiernaar. Friction is natuurlijk ook aangepast. Ja, dit is ook wel een beetje de setup, hè. Net zoals Joris en de draak. Nou is het wel een lange setup. Hoppakee. Ja, wat ik hier een beetje jammer vind, is Joris en de draak heeft ook wel een setup dat je eerst een beetje gaat. Maar hij gaat nooit heel stijl. Hij blijft heel de tijd heel mild. Hoezo gaat hij niet hard? Ik heb de chainlift best wel hoog gemaakt. Maar hij gaat helemaal niet hard. Ja, misschien is het omdat ik ook heel erg te erg aan het vergelijken ben met een echte on-ride POV. Van zo'n houten coaster. Want alles ratelt dan en zo. Terwijl nu niet. Weet je wat? Ik zet even die friction echt heel laag. Misschien is het dan wat beter. Het gaat er ook meer uit. Het gaat er ook meer om hoe het er van buitenaf uitziet. Binnenkort komt er een nieuwe server. Binnen nu en een aantal minuten. Oké, maak je er maar geen zorgen. Ik wil nog heel even kijken hoe dit eruit ziet. Zo ziet het er wel leuk uit. Ik denk ook dat de karretjes iets groter moeten. Weet je wat? Ik zet hem weer eventjes zo. We gaan gewoon lekker naar 9 train length. Jeetje. Kan dat? Maar dan kan hij niet in de station, denk ik. Nou, ja, 9 is ook wel erg veel. Ja, weet je wat? We gaan er wel even voor. Ik wil het wel even zien. Oh ja, 9 past gewoon in de station. What? Oké. Dan snap ik niet waarom dit niet een tweede treintje kan zijn. Even kijken, daar gaat hij dus nu. Kijk, nu ziet het er iets minder weird uit. Friction is dus echt naar niks gezet. Kijk eens even aan. Dat ziet er prima uit. Die bocht is misschien een beetje awkward. Die staat wel heel raar gebankt. Je moet misschien een andere banking hebben. En dit vind ik wel nice. Als we dan nog eventjes hier doorheen gaan en dan door de grond en dan zo. Nou moet er daar natuurlijk ook zeker gebouwd worden. Maar ik vind deze schuine drop wel ziek. Ik denk dat dit nog veranderd moet worden. Dat die wat langer rechtdoor gaat en dan meer zo uit de lucht valt. Want ik vind het heel sick hoe die zo half schuin gaat. Eigenlijk wil ik wel dat hier nog een laag element zit. Dus misschien gaan we naar boven. Hier in de grond gaan we naar rechts. Gaat die hier zo omheen als laag element. Ja, dan moet hij wel helemaal daarin. Dat is het probleem als je zo erg hier naar bouwt. Want ik wil ook dat er hier, niet per se hier, maar hier nog iets te doen is. Maar ik ben te lang aan het lullen. We gaan eventjes lekker naar andere parken kijken. Nou, in dit geval eventjes naar eentje. Ga heel even kort naar een park kijken. En daarna komt er een nieuwe Link. Maak je maar geen zorgen. Binnen nu en een aantal minuten. Maak een looping. Dat is niet echt de bedoeling met houten coasters. Daarom wilde ik ook wel inverted maken op zich. Misschien maken we dat zo ook wel. Ben weer terug. Oh, nice, Noxie. Wat heb je gegeten? Hallo, meneer Error. We kijken dus nogmaals eventjes naar dit park hier. En dan gaan we naar de volgende. Als ik parken ga checken, kijk ik gewoon een beetje rond. En dan ga ik alleen maar in sommige rollercoasters zitten. Even kijken. Oeh, deze ziet er wel nice uit. Zijn dat ook custom supports of niet? Wow, die coaster is heel weird. Die staat er echt super lang ondersteboven. Deze entrance is wel leuk. Oh ja, het is ook wel leuk aangekleed en zo. Oh, met een hartjesboom. Dat is zo cute. Oké, ik wil even in deze coaster zitten. Deze ziet er nice uit. Is er nou ook een drop tower met vuur? Bam. Line 1, under construction. Bam. Oké, dit is wel leuk gemaakt. Dit is wel echt leuk gemaakt. Oké, daar zitten we dan. Oh, wat is dit ook voor ride skin? Deze heb ik nog niet gezien. Oh nee, het is er zo eentje. Oh... Ik snap echt niet waarom je hierin zou gaan in het echt. Dit is zo eng.
En gewoon, hier word je misselijk van. Hier word je heel misselijk van, lijkt me. Ik ga je ook gewoon niet in first person inzetten, want dan word ik echt gek. Sorry. Ligt niet aan hoe je de coaster hebt gemaakt, maar gewoon aan dat die zo raar ligt. Dat lijkt me zo weird. Insane. Die supports zien er wel echt nice uit. Nou, very nice, very nice. Wow, wat is daar ook gaande? Ik heb geen idee, dat is Groenland of zo. Er staan groene vlakjes. Maar ik doe wel eventjes een nieuwe server. Nice Spark. Maar het is dus tijd voor een nieuwe server. We zitten hier alweer een half uurtje in. Dus even kijken. We gaan er gewoon meteen induiken. Stuur eventjes allemaal ja in de chat als jullie er klaar voor zijn. Maar jullie moeten ook klaarstaan. Want straks komt er gewoon eventjes zo'n sappige link in de chat. Dus zijn jullie er klaar voor? Voor nu, smash ook eventjes op die like, want bij de 500 likes doen we nog een extra naamrondje. En deel deze stream met al je klasgenoten, al je vrienden, je ouders, je opa en oma, wie dan ook. Het maakt allemaal niet uit. Even kijken, ik open hem weer, dan regeneraten we heel snel eventjes de link. En dan hoop ik dat er nu niemand meer in zit. Even kijken, zijn jullie er klaar voor? Iedereen spamt? Ja, nou dat is hartstikke mooi. Dan haal ik deze eventjes uit de pin messages, want die klopt niet meer. En even kijken, zit ik nu ook in mijn eentje in de server? Staat dat hier nog twee mensen in de server zitten? Trouwens, ben je net al geweest? Join dan alsjeblieft niet. Want ja, geef andere mensen eventjes een kans. De kans is al super klein als je er dan nog een keer in zit. Dat is dan een beetje stom. En zorg ervoor dat je de server leeg maakt, Dante. Hoezo zitten er nog mensen in de server? Ik heb letterlijk de VIP-server uitgered. Dat is zo weird. Sorry, ik wilde hem gaan sturen, maar het lukt nu niet. De server zit... Er zitten nog mensen in. Dat is niet nice. Hoezo zitten er nog mensen in? Hoe kan dat? Hoe kunnen er nog mensen in zitten als die disabled is? Oké, er zijn nu eventjes wat technical difficulties. Ik probeer de VIP-server leeg te krijgen, maar dat lukt niet. Anders had ik wel gewoon een nieuwe, joh. Tja... It is what it is. Maar zorg er dus voor dat je een park paraat hebt staan voor mij om te reviewen. Iedereen spamt ja. Ik snap dat jullie er klaar voor zijn. Maar it is not working right now. Even kijken. Oh ja, nu zit ik er volgens mij wel gewoon in mijn eentje in. Mijn Roblox start vandaag heel slow op. Ik weet niet waarom dat is. Even kijken. There we are. There we are. Kan je nog de tekst van Liga zo? Ja, kan je het zingen? Om heel eerlijk te zijn, amper. Het spijt me. Maar ik heb er al zo lang niet meer naar geluisterd. Hoppakee. Daar zijn we. Back at it again. En dan doen we alvast eventjes PS admin. Set time of day 2000. Hoppakee. Even kijken. Ik stuur de link. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Mensen die zijn nu niet meer ja aan het typen. Maar dat is goed. Want dan kunnen jullie even focussen op de link die nu in de chat komt. Daar is die. Daar is die. Daar is die. Insane. Ja, als zegt cap. Wat heb ik net gezegd? Ik weet het niet. Even kijken. Bericht is ook vastgezet. Iedereen join en kijk eens even aan. Dit zijn allemaal wel nieuwe mensen volgens mij. Dat is very nice. Very nice. Even kijken, ik heb morgen examens. Damn, iedereen heeft examens. Veel succes. Hoe oud ben je? Ik ben 17. Wajo, al die links. Ja, ik hoef hem in principe maar één keer te sturen. Maar ik vind het gewoon leuk, oké? Het is leuk om het te sturen. Frick, positie 1. Oh, rip. Rip, volgende keer beter misschien. Ja, die houten coaster ziet er zo wel ziek uit. Alleen ja, geen één coaster ziet er ziek uit zonder theming. Want er is nu niks omheen. Kijk, deze station moet nog veranderd worden. Maar het is iets. Die Kingdaka is een beetje iets met die custom supports. Ja, dit is eigenlijk de enige die een beetje iets is. Dit vind ik er nog steeds wel nice uitzien. Er moet natuurlijk nog wel een hek komen. En er moet hier iets opkomen. En hier komt een restaurant. Dit gaat denk ik wel heel erg ziek worden. Ik wil niet hetzelfde generic als daar. Wacht. Ik heb nu ineens ideeën. Ik heb ineens droge ogen. We gaan straks even naar parken kijken van kijkers hoor. Echt nu meteen, maar ik heb heel even een idee. Oh, dit kan je alleen maar op de grid plaatsen, of niet? Oh nee. Oh, dat is nice. Hier, als we een beetje zo doen. En dan...
crap. Ik had een soort reference. Ik had een reference en screenshot gemaakt. We gaan zo naar Parker kijken, hoor. Ik wil alleen eventjes... ik heb hier nu ineens een idee. Deze muziek, man, is zo nostalgisch, ja. Maar als we deze even nog zo zetten, kijk, dan kunnen we dit hier. Of ziet het er dom uit? Het ziet er voor mijn gevoel heel dom uit. Bouwen is altijd ook een beetje experimenteren, hè. Ja, hier is het zo. Dat is wel nice. Wat ik ook zou kunnen doen is gewoon van deze wooden poles. Alleen ik vind deze wooden poles groot. En dat vind ik jammer. Ik wil geen grote wooden poles. Ik denk dat wooden poles beter zijn. Maar het is ook heel generic. Dan kan ik beter gewoon vierkante wooden poles. Kijk, als je dit doet... Ja, dit is denk ik wel prima. Alleen, wat is een beetje het probleem is... Is dat deze... Oeh, dat zou je ook nog wel kunnen doen. Nee, wat een beetje het probleem is... Is dat je dan hiermee zit. Ik vind deze een beetje awkward. Wat je hier zou kunnen doen... Is als je deze... local... We gaan echt zo naar Parken van Kijkers kijken, hoor. Maar ik heb ineens allemaal ideeën. Wat als je deze... 0.12.5... Wat als je deze soort van hier half inplaatst? Of is dat gaar? Ja, het moet dan maar met no snap. Wat als je dit doet? Hier, dit ziet er toch wel leuk uit. En als ik dat dan overal doe... Dan heb je weer een extra soort detail. Het ziet er wel raar uit, maar dat komt omdat het nu op één plek is. Als ik dat even overal maak... Ik wil hier niet weer zo cliché steen zetten. Ik denk dat ik hier zo'n soort raamkozijn neerzet. Maak dunnere palen. Nee, ja, die stenen zouden dunner kunnen. Maar dit wordt ook een veel groter gebouw, hè. Dus dan valt dat iets minder op. Dan valt het iets minder op. En ik wil nog hier zo'n ding neerzetten. En dan misschien van die gekruiste dingen. Maar dat wil ik eigenlijk het liefst niet weer doen. Want dat heb ik al bij de ingang. Dus... Dat wil ik denk ik niet. Misschien doe ik dat maar alleen voor het dakgedeelte. Ik weet niet, ik moet er nog een beetje naar kijken. Ik moet nog steeds daar dus een design voor opzoeken. Dat is ook de reden waarom we hier niet aan werken. Want ik zei in de vorige stream dat ik eventjes wat dingen meer op moest zoeken. Nu was ik één ding tegengekomen. Maar ik moet nog eventjes daadwerkelijk een style opzoeken voor een restaurant. Want gewoon zomaar blind bouwen. Waarom is deze balk in beeld? Zomaar gewoon bouwen zonder doel. Zonder dat je echt een idee hebt, dat is echt zo verschrikkelijk lastig en best wel zonde van de tijd. Dus ik wil wel een beetje een idee hebben. Ik zet trouwens weer eventjes de muziek aan. Oh, net klaar met eten. Oh, nice. Wat heb je gegeten? What the hell is deze money aan het bouwen? Hoeveel keer nog een link? Ik denk hier nou nog één keer. Wat is nou een kiddie coaster die zo hoog gaat? We zouden trouwens ook die Falcon's Flight na kunnen maken. Alleen dat gaat wel echt een jaar duren. Maar als jullie dat leuk vinden, moeten jullie dat zeggen natuurlijk. Ik zou die nog wel een keer willen namaken. Dat moet dan alleen wel in een los park. En dan moet ik eerst weer even Money Farm maken. Want dat ding is zo groot. Ik weet niet of jullie het gezien hebben. Maar dat is dus de nieuwste... Dat wordt een nieuwe coaster ergens in Saudi-Arabië of zo. Ik weet het niet. En die... dat wordt de hoogste, snelste en langste coaster. Moet je maar opzoeken. Ik weet niet of het waard is om in deze te zitten. Ik zie niet heel veel originele ideeën. Ga je alleen de park van mensen kijken en dan weer een nieuwe link? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat ik dan eventjes de rest van de tijd gewoon een beetje ga koekeloeren. Ja, Team Partycoon is lastig om met kijkers te spelen. Maar ik wil eigenlijk deze stream altijd gebruiken om te bouwen. Alleen ik snap wel dat jullie het misschien een beetje saai vinden om te kijken naar bouwen. Dus dan moet ik het voortaan misschien maar niet doen. Ik kan voortaan ook alleen maar parken met kijkers. Damn, die ziet er leuk uit, die blauwe. Deze entrance is ook wel leuk. Beetje claustrofobisch, maar... Park is gebouwd tijdens Lade van Terda. Wat? Nee. Oh my god, dat is wel echt een zieke lore dingetje, hè? Oh, dan is het echt een gruwelijk park, man. Hoe lang heeft jouw teardown ingeladen? Hoe lang heeft dat geduurd? Oh, wat? Gaat deze twee rondjes? Wait for me. Ik wil daarin. Oh my god. Zo gaat die twee keer. Die ziet er ietsje minder uit. Die houten wil ik wel inzitten. Even voor inspiratie voor mijn houten coaster.
Wow, is dit nou een Optimus Prime? Dat is zo ziek. Dat is echt ziek. Let me in. Yes. Maar gaat deze gewoon altijd door? Zitten deze mensen er al echt oneindig lang in, of niet? Kan je daar eventjes informatie, even informatie geven? Dat is lauw. Nee, ik ben eruit gesprongen. Crap. Dat was niet de bedoeling. Oh, dit ziet ook wel cool uit. Ik wil eigenlijk in deze kiddie coaster. Dit lijkt niet echt op een kiddie coaster, want hij is echt heel hoog. Je zit er ook zo met één karretje. Oh, dat is niet nice. Nee. Nee! Oké, ik zit erin. Ik zit alleen echt backseat. Nou, daar gaan we. Nu hebben we de meest ruige ervaring natuurlijk. Hoppakee. Oh, die Freddy dit is die Freddy Fazbear. Insane. Die ook in Natural Disaster stream zoals. Oeh, die banking bleef al lang. Dit is cool. Dit is heel cool. Wow, een bam, een steen tegen mijn gezicht. Oh, hier weer een beetje stenen tegen mijn gezicht. Mijn teardown is sloom. Ja, blijkbaar, man. Oh my god. Man heeft een heel park kunnen bouwen. Wee. Oh. Oké, dat is pijnlijk. Oh, jij bent ook achtergelaten, helaas. We gaan even hier naar boven. Dit is een heel leuk idee hoe dit zo hier zit. Dit ziet er leuk uit. Even kijken, waar is het begin van deze kiddie coaster? Die je eigenlijk niet echt een kiddie coaster kan noemen. Weet je wat? Ik doe gewoon plop. Hallo meneer. Nou, insane. Oh, dit is nice hoor. Die hobbeltjes. Dit is goed. Chainlift. Oh, dit is het einde dan of niet? Oh nee. Oeh, nice. Even zo'n tussendoorstukje hoor. Hoppakee. Oh, deze is nice. Hoe lang is die dan ook? Ik weet echt totaal niet waar die station is. Ik heb echt geen idee. Wat vinden jullie van deze? Ik vind deze leuk. Oh, heeft hij hier blockbreak? Hij heeft ook wel echt heel veel karretjes. Hij heeft alleen niet echt goed blockbreaks ingesteld, zeg maar. Sorry, maar dat is gewoon handig om te weten. Als je... Nou, nu heb je elke keer één zo'n karretje. Je kan trouwens ook een treintje selecteren. Maar als je blockbreaks op verschillende punten hebt... Dan kunnen dus meerdere karretjes tegelijkertijd. Als je op dit rechtdoorstuk blockbreaks hebt... Dat betekent dat er meerdere karretjes tegelijkertijd op de baan kunnen. Want nu moet je helemaal wachten totdat eentje hier is. En dat duurt dus heel lang. We gaan nog even in die houten. En kijk, dat is voor de sales, hè. Als je een echt park zou maken. Even kijken, ik wil in deze houten. Deze lijkt me heel cool. Hij is ook wel lekker compact gemaakt, deze. Dat is wel nice. Stuur even wat leuke vragen in de chat. Niet van, ik kan niet joinen. En wanneer is de volgende link? Want dat zien jullie zo wel. Dat zien jullie zo wel. Zijn er geen monsters? Nee, op dit moment niet. Want er wordt hoop gespamd. Mijn telefoon loopt volledig vast. Dat is niet nice. Laat je oude parken zo meteen weer in. Dat is een heel goed idee. Willen jullie mijn oude parken weer eens zien? Dat heb ik natuurlijk in een video behandeld een tijdje geleden. Dat is niet helemaal de bedoeling volgens mij. Ik doe niet aan blockbreaks. Nee, dat kan. Dat kan. Ah, Kian zegt Mr. Fine natuurlijk wel. Is er ineens een mot die is aanwezig. Door de bad signal. Oh. Oh my god. Aparte banking. Dat mag. Ah, we gaan een beetje traag. We gaan een beetje traag. Oeh, nee. Oh my god. Wat is je lievelingseten? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet, om heel eerlijk te zijn. Vroeger kon ik daar echt een heel makkelijke antwoord op geven. Maar nu heb ik geen idee. Ik denk Indiaanse curry's of zo. Ja, oude pa... Oh, iedereen zegt ja. Ik dacht al, waarom spamt iedereen ja? Ik was het nu al vergeten. Ik heb dat wel in een video behandeld. Maar als jullie dat willen zien, dan gaan we dat natuurlijk even lekker doen. Maar eerst wil ik even kijken naar de parken van andere mensen. Want ik zie dat mensen best wel geld hebben in deze lobby. Dus dat moet wel goed komen. Tim is Nup is trouwens bezig met dingen, man. Hij heeft een gruwelijke money farm. Hij heeft één mega gare coaster. Oké, sorry hè. Sorry hoor. Maar dat is gewoon een coaster die in een cirkel gaat, maar dan heel hoog. Maar hij is bezig. Hij is het geld aan het stekken. Of is deze van Tim is Nup? Nee. Dit park heet Rave Cave. Omdat hij een money farm heeft. Gruwelijk park. Gruwelijk. Echt. Oh my lord. Wat is dit? Dit ziet er wel ziek uit. Lijkt een beetje op mijn waterpark world park. Ik weet niet of dat een compliment is. Sorry. Oh, hij heeft hier beneden ook een money farm zo te zien. Heel veel stalls. Welke coaster ziet er het beste uit?
Welke heeft de mooiste banking? Ik denk die roze. Welke vind jij de beste? Van degene van wie dit park is, kan je even in de Roblox chat zeggen. Wie is jouw... wat is het beste hier? Noem even de kleur of zo. Coasters for an achievement. Over welke dan? Hoezo wilde je dan die achievement? Wat kreeg je daarvoor? Ik wil nog eigenlijk de... welke wil ik nou? Ik wil hier nog eentje van. Ik denk de Beyond Vertical. Maar daar heb ik 5 sterren nodig. En dat heb ik niet. Nou, dat heb ik niet. Oh, ik heb blijkbaar geen park ingeladen. Want ik heb helemaal niks. Ik had deze dingen allemaal. De roze, heeft hij gezegd. Ik wou gewoon alle achievements. Voordat ik een park had. Oké, ja, dat kan. De maker van dit park vindt de roze de beste. Dit zijn wel de famous last words. Hè? Dat was ook wel een beetje een gare vraag van mij. Want nu gaan we dus naar de zogeheten beste coaster kijken. Oh, het is ook een inverted. Oh, dat is wel leuk. Aan de kant, mevrouw. Yes, dank u wel. Kan je ook mensen kicken? Oh, dat wist ik niet. Ik probeer al jarenlang uit te vogelen hoe je mensen uit VIP-servers moet kicken. Ik wist niet dat dat kon. Daar gaan we. Schuine chainlift. Bijzonder. Maar dat kan. Hier kan je even high five. Ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Ik ga er super kritisch naar kijken. Ik heb Disney gemaakt in Theme Park Tycoon. Dat is 18 miljoen. Damn, dat is veel. Dat is heel veel. Daar gaan we. Oh, je bent alleen vergeten de chainlift uit te zetten. Of was dat de bedoeling? Oh, nee, nee. Nee, oké. Okay. Niks gezegd. Oh! Oké. Okay. Dit is ruig. Oh my... Wow! Oh, die haalde ook echt maar net. Oh, hier. Freddy Fazbear zit ook achter me. Die was nice, hoor. Ik zou ook nog wel echt een keertje een inverted willen maken. Dat lijkt me wel leuk, want dat heb ik nog nooit gedaan. Dat heb ik nog nooit gedaan. Very nice. Wow, wat is dat daar? Even kijken wat dat is. Oh, maar dat kan alleen in Theme Park Tycoon, toch? Maar niet in gewoon alle games. Nee, oké. Ja, ik zou heel de tijd mensen kunnen kicken om nieuwe parken te kunnen bekijken. Maar het voelt zo slecht om mensen te kicken. Dat voelt niet goed. Oh, we hebben nu al alle parken gehad? Oei, dat wist ik niet. Weet je wat, dan gaan we wel even lekker naar mijn oude parken kijken. Dit gaat echt verschrikkelijk worden trouwens. Ik unload even dit park. Doei doei. En hallo meneer Optimus Prime. Oh, shite. Hier, ik gebruik de tip die jullie hebben gegeven. Even kijken. Welke was nou de eerste? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Die van 0 ster is volgens mij leeg. 1.5. Ja, ik heb dus echt 4 oude parken volgens mij. En ja, dat hebben jullie op zich al wel in de video gezien. Maar we gaan nog even opnieuw kijken. En misschien kan ik in deze stream dan ook wat insight knowledge geven. Niet over dit park kan ik je vertellen, want het is echt een klein park. En ja, er is niet zoveel. En ik weet het ook echt niet meer. Ik kan me niet eens meer herinneren dat ik dit gebouwd heb, joh. Dit is verschrikkelijk. Dit is echt verschrikkelijk. Dit is bizar. Maar toen was de Advanced Editor er ook nog niet, hè. Dus je kan het ook niet te veel shit geven. En toen was ik echt super slecht. Toen was ik echt heel slecht. Dit is sip. Dit is echt sip. My name is Optimum Prime. Wow, hij ineens Optimus Prime. Quotes. Insane banking. Revolutionair. Nog nooit eerder gezien in een coaster. Seeker breaks ook. Poeh. Insane. Deze is ook echt heel gaar. Ik snap alleen niet waarom deze roestig is. Dat slaat er zo nergens op. Ik dacht dat ik dat dus zelf had gedaan, maar zo is die coaster gewoon. Maar deze is ook zo gaar. Dit is zo'n gare coaster. Waarom een park altijd op hetzelfde plot? Wat bedoel je? Ben bang. Nou, ben je zo bang hiervoor? Dit is de, ja, waarschijnlijk omdat het extreem onveilig is. Omdat hij door echt een, weet ik veel, een 10-jarige is gemaakt of zo. Oh, nee. Door een 10-jarige maniac genaamd Clonnie. Nou, dat was hem. Echt amazing. Ik weet niet waarom er zoveel mensen hier in de rij staan. Dit was wel het minst leuke park, maar wel mijn eerste park. En ja, we moeten natuurlijk bij het begin beginnen.
Net hadden we toch Clonie Park gedaan? Ja, dan is het nu deze volgens mij. Ik delete altijd alles zodat ik weer geld had voor... Oh, serieus? Oh, dat zou ik nooit doen. Nou, had ik vroeger wel veel Robux. Of ik gaf veel Robux uit. Oh, dit was echt het seriepark. Die ik zeg maar op YouTube deed. Pretpark de Groen. Het erge was, hè. Ik weet niet meer precies hoe ik me voelde op dat moment. Maar ik vond het niet spuuglelijk aan het begin. Ik vond het waarschijnlijk niet mooi. Maar ik vond het niet spuuglelijk. En dit is spuuglelijk. Dan wist ik ook niet wat er allemaal mogelijk was, hè. Ik speelde dit echt als... hoe heet dat? Even kijken in mijn Steam library. Ik speelde dit spel als Rollercoaster Tycoon 3 Platinum. Nou kon je daar ook wel mooie dingen maken, volgens mij. Maar zoals de meeste mensen dat speelden... Gewoon... Ik speelde... Ja, weet ik veel. Gewoon het zoals dat. Terwijl je kan echt lijpe dingen maken in dit spel. Ja, de groen, hier mensen herkennen het. Insane. Laat even een like achter als je dit herkent van de oude serie. Dit is ook zo spuuglelijk, en deze groene muur. Ik kan het gewoon niet bevatten eigenlijk. Het is zo raar. Het is zo raar. En dat ook echt. Ja, het is insane. Het is echt insane. Even kijken, als we in deze gaan zitten. Deze is verschrikkelijk. Maar volgens mij heb ik hier nu ook echt de speed naar 1 miljard gezet. Zo niet kunnen we dan nog even... Oh ja, nee. We gaan hem wel eventjes op de authentic manier doen. Even kijken. Hoe die altijd was. Hoppakee. Niemand wil je ook ooit inzitten, volgens mij. Ik heb nog nooit iemand in deze queue gezien. Nee, echt zo mooi. Oh, Luca, je kijkt net de stream op het moment dat ik naar mijn oude park kijk. Ik ben namelijk echt een pro-builder geworden. Je bent in Park de Groen. Ja, dat weet ik wel. Ik ben namelijk de ontwerper van Park de Groen. Hier, iedereen spamt de groen. Dat is wel leuk om te zien. Hallo, Freddy Fazbear. Dat is niet helemaal veilig om daar te staan, hè. Dit wordt omhoog gehouden door één support. Kijk hem daar chillen. Nou, daar gaan we. Hier, dit hoort niet echt te kunnen. Jeetje, gaat ook slow, man. Hoezo gaan we ook eerst hierheen op een chainlift? Ziek dit. Ja, toch. Dit is echt zo verschrikkelijk. En straks ga je het zien. Ik snap oprecht niet hoe je zo'n walgelijke coaster kan maken. En waarschijnlijk was het ook nog deels serieus. Het was niet helemaal serieus. Nee. Oh my god, skip ik alles omdat ik met camera zit te kloten. Oh, dan moeten we nog een keer gaan. Nee, dat gaan we niet doen. Dan zet ik even de chainlift wat sneller. Hey, heel erg bedankt Spidey voor je 1 euro. Je bent er weer, bro. Heel erg bedankt. Kijk, nu gaat het ietsje sneller. Nu kan ik het iets meer tolereren. Ken je Benny's Movie Park? Ja, natuurlijk. Natuurlijk ken ik die. Ja, ik ga wel weer even nieuwe parken bekijken hierna. Nou wil ik ook al verder met mijn auto coasten voor de mensen die dat willen zien. Het is heel lastig. Heel veel mensen willen verschillende dingen zien. Hoppakee, kijk die banking. Het is zo flipping gaar. En die watercoaster, daar gaan we niet eens in zitten. Dat is zo boring. Dat is echt gaar. En die Clonie Games pixel art. En ik vind het ook leuk. Hier, kijk deze ingang. Als ik dus in het reuzenrad wil, dan moet ik zo lopen. En dan moet ik zo... En dan kan ik er zo in. Waarom staat de ingang zo? Het is echt... Oeh. En kijk ook hoe dit gaat. De queue. Die gaat dus zo. En dan ga je zo. Bizar. En dit is de dood. We kunnen helaas niet in de dood. Omdat... Hey, trouwens. Is dat Spidey? Dat is Spidey volgens mij. Dat is Spidey. Nice. Dankjewel. Nee, we kunnen niet in de dood, want dan gaat die queue weg. Weet je wat we wel kunnen doen? We kunnen een dood 10.0 maken. Het is intussen al echt de duizendste dood. Maar ik had laatst nog een nieuwe dood gemaakt, maar echt een veel leukere. Wat je dus kan doen, is je kan... Oh ja, ik heb niet veel geld in het park. Dat doen we dan zo wel, maar je kan echt een mega katapult maken. Dan kan ik letterlijk gewoon naar dat park vliegen. Wat is dit? Land. Is het Spooky Land? Weet iemand nog wat ik hier heb geschreven? Ja, ik weet nog wel dat ik zeg maar... Ik zag zoiets bij iemand anders zijn park. Zo'n rood tapijt. En toen wilde ik dat ook doen. Alleen bij diegene...
sorry, bij diegene zijn park zag dat er dus super lauw uit. En bij mij is het gewoon een tapijt met wederom heggen. Weer flipping heggen. En de meest gare borden ooit. Dit park de groen die je vroeger had gemaakt, ja. In mijn herinnering was het eigenlijk ook veel groter. Het is best wel klein en heel gaar. Ja, het is echt bizar. Het is echt bizar. Maar er is volgens mij niemand die mijn Park de Groen bouwstijl heeft kunnen linken aan Altijd Melvin, zijn Rollercoaster Tycoon 3 Platinum Park. Want ik leerde Rollercoaster Tycoon 3 Platinum dus kennen door Altijd Melvin. Die heb ik voor het laatst gespeeld in 2015. Ik heb 40 uur. En hij bouwde dus die flat rice, die theekopjes. En deed hij altijd heggen eromheen plaatsen. En dan ook bosjes met bloemen of zo. Maar die heggen. En die heggen, dat zat zo erg in mijn hoofd. Want dat deed ik ook in Rollercoaster Tycoon 3 Platinum. En dus ook in Theme Park Tycoon. Maar dat heeft niemand ooit opgemerkt. Dus dit is die inside knowledge die je alleen weet wanneer je naar de streams kijkt. Het is sappig. Het is heel sappig. We hebben volgens mij nu nog Wonderpark en Goedpark. We gaan nog even heel snel kijken. Want de Doorsky van Eergis, dat is een park. Dit is 18. Oh, ben jij die Doorsky of niet? Wat zijn eerste park in 2018 recreatie gemaakt? Wat? Degene die dus die Doors achtbaan, die Doors attractie had gemaakt, die flipping lijp was. Die is echt bizar. Die had dus mijn park nagemaakt, de groen. Ik denk dat het nog best wel een uitdaging is, omdat die zo bizar slecht is. Dat is gewoon lastig om na te maken. Ik, sorry. Wonderpark met thema's. Ja, dat is deze, ik ben nog steeds wel, nou, niet trots op deze, maar voor die tijd of zo. Voor hoe slecht ik toen was in bouwen, vond ik dit houten gedeelte best wel leuk. Het is wederom weer heel boring met één thema, maar dit ziet er gewoon prima uit. Deze lantaarns zijn wel heel weird, maar ik vind het acceptabel uitzien. Laten we het daarop houden. En gewoon, ja, dat alles bruin is een beetje boring. Dit was, vond ik voor toen, dit was mind-blowing echt. Mind-flipping-blowing. Want toen had je ook nog niet echt die precision build mode. Ja, misschien wel, maar dat wist ik toen niet. Vanaf hier begint het allemaal een beetje uit elkaar te flikkeren. Nou, dit is op zich nog wel een leuk idee. Alleen de decoratie is zo bare bones. En dit stenen stuk is zo saai. Alleen dit... Ja, ik moet ook niet alleen maar negatief praten, maar doe je al gauw over je eigen park. Dit vind ik nog steeds wel een leuk idee, dat je zo met een treintje naar beneden gaat. Helaas werkte het niet, maar het was wel een leuk idee. Van deze keek ik echt alle afleveringen. Hoe hebben jullie dat kunnen doen? Nee, maar dankjewel. Ja, en dan had je natuurlijk dit hieronder. En dan had je al die rides. Dat vond ik wel leuk dat het dan uiteindelijk boven de grond ging. En daar is niks volgens mij. Dat is alleen een soort van work in progress dark ride. Die gewoon boven de grond gaat for no reason. Nou, dit vind ik nog steeds wel prima. Alleen, ja, je hebt weer die zwevende, weirde banen. Het is gewoon weird. Het is gewoon een weird park, oké? Er was een idee, maar de executie was weird. En dan had je hier Metal Land en vanaf Metal Land, ja, toen ging het allemaal out the window. Hier was eerst wel een achtbaan, maar die had ik dus verwijderd, blijkbaar. Want hier zat iets. Ja, en die monorail ziet er heel gaar uit. Oh ja, dit! Ik weet niet of ik dit al heb laten zien. Ja, dit zat er dus niet oorspronkelijk in. Dit hebben we later gemaakt. En ik zeg we, ja, met de mensen met wie ik het speelde. Dit is zo goofy. Wacht, laat me erin. Yes, hier, kijk dit. En... En dat was hem. Boem. Die had ik echt een paar weken geleden gemaakt. Het is zo dom. Kijk dit. En... Hoppakee, en dat was hem. Deze is ook heel gaar. Deze doet... Niet zo heel veel leuks, volgens mij. Even kijken. Dit is zo flipping weird. Hier. Hoppakee. Hoppakee. En dan ga je gewoon zo op en pat. Ja, het is heel gaar. Ik weet het. Het is heel gaar. En die was ook al voor de grap. Die ziet er zo grappig uit. Oh, en daar was natuurlijk die Joris en de draak.
Daar wil ik nog wel even ingaan. Die Baron, die was slecht. Maar ik had dus eventjes... vandaag gekeken naar mijn oude Planet Coaster content. Dus dat is zo'n andere achtbouwbaan game. En daar had ik dus ook de Baron nagemaakt. Maar daar had ik hem zo slecht nagemaakt. Die was verschrikkelijk. En hier is die nog wel oké, maar ook wel slecht. En ik keek dus ook vandaag naar een on-ride van Joris en de Draak. En toen kwam ik erachter dat het einde echt totaal niet klopt. Echt gewoon totaal niet. En ik kom er nu ook pas achter dat ik de cues hierachter heb gezet. Hoezo zijn die niet aan de voorkant? Nu stap je zo in en dan moet je hierheen lopen of zo. Dit is zo weird. Vuur is ook zoveel slomer. Even kijken, met wie gaan we dan? Oh, het is best wel ziek dat het karretje dan daar stopt. Met wie gaan we? Vuur is normaal gesproken slomer, dus dan zien we even wat meer. Vorige keer ging ik ook in vuur volgens mij, dus ik ga nu wel in water. Die heb ik lang niet gezien. Oh, dankjewel voor je donatie. Check hem eventjes. Ik ga zo ook wel even drinken trouwens. Want ik heb keelpijn. Oh my god, World of Airports, je bent er gewoon weer. Hij gooit eventjes die 10 flipping euro top donator. Moest even in elke stream. Goedenavond, tante. Ga je echt in elke stream top donator worden? Dit is niet goed. Dit is niet goed. Oh my god, heel erg bedankt voor je 10 euro, bro. Ik hoop dat je geniet van deze Joris en de Draak. Oh mijn god, die ik 5 jaar geleden heb gemaakt. Met nadruk op 5 jaar geleden. Oh my god. Ja, dit is met Basic Editor gemaakt. Dit is niet nice. Hij gaat ook niet heel snel. Misschien is het omdat ik laatst zeg maar van die andere achtbaan games heb gespeeld. En daar heb je de super smooth achtbanen. En dit voelt dan nu echt niet smooth. Die banking was heel random. Wie wint nu dan? Ik heb het op zich wel goed gemaakt dat je als water echt nooit vuur ziet. Maar het einde komt ook echt totaal niet overeen. Want op het einde zit je heel erg naast vuur. Zit water heel erg naast vuur. Dus dat is een beetje weird. Maar ja, ik was zelf nooit in Joris en de Draak geweest. Nu nog steeds niet. Dus ik wist ook totaal niet hoe het ging eigenlijk. Ik ga een escape achtbaan maken. Net zoals in Planet Coaster met die vulkaan. Oh ja, ik had die vulkaan gemaakt. Die was nog best wel oké of zo. Ja, dat kan ik wel gaan maken. Alleen daarvoor hebben we niet meer genoeg tijd in deze stream. Dat is toch meer iets wat ik off-cam moet maken. Want die vulkaan heb ik ook off-cam gemaakt. Want ja, in realiteit kost dat gewoon uren. Maar in Planet Coaster wel minder lang. Daar is het wel wat makkelijker om een vulkaan te maken. Maar dat is nog wel een leuk idee. Ook al wilde ik voor dit park wat ik nu aan het maken was niet heel veel theming doen. Dus die met die King Daka. Ik wilde daar gewoon wat meer generic coasters. Maar nogmaals, heel erg bedankt World of Airports voor je top donatie. Sorry, je zat even midden in een coaster. Heel erg bedankt. Man is gewoon weer even top donator geworden. Thank you very much. Ik laat nog heel eventjes een ander oud park in. En ondertussen ga ik eventjes drinken. Dat duurt max een halve minuut. Max 20 seconden. Dus toedeloe. Appetee. Nou, daar zijn we weer. Even kijken. Deze parkeerplaats ziet er heel gaar uit. Nu ik zeg maar weer nieuw heb gemaakt. Ik vond deze er altijd wel sick uitzien. Nou, ben ik nog wel heel blij met hoe dit park eruit ziet. Ook al is de ingang genakt. Ja, oké, dat maakt het wel echt een stuk gaarder. Maar ik ben nog wel blij hoe het eruit ziet op zich. En deze gift shop heb ik zelf gemaakt. Het dak... Zo, sorry. Spijt me. Het dak ziet er wel oké uit. Die moet alleen wat gedecoreerd worden. Maar dit vind ik er nog steeds al prima uitzien. Dit is zelf gedesigned. Dit vind ik zeker weten niet verkeerd. Zeker weten niet. Voor wanneer ik dit heb gemaakt, vind ik het gewoon best wel leuk. En ja, deze ingang is ook genakt. Maar ik heb hier op zich nog wel veel ideeën voor. Dit ga ik nooit afmaken, want het kost gewoon te flipping veel tijd. En ik vind achtbanen bouwen gewoon het leukst. Maar ik heb hier nog wel ideeën voor. Wat dus het idee in mijn hoofd is, is dat je hier... een kraampje zet. Kan je wat dingen kopen. Je hebt hier dus 3 ingangen. De grootste loop je zo hier. Heb je een plein. Dan moet de figure skater weg. Dan heb je hier een plein met een kerstboom. Rond plaza met huisjes. En dan heb je de zijingangen. Ga je zo. En er zijn kleine straatjes met speelse huisjes. Een beetje net zoals deze hier.
Deze zijn nog niet helemaal afgedecoreerd. Die gaan ook nooit afkomen, want ik ben niet meer met het park bezig. Maar stel deze even voor helemaal gedecoreerd. Dan heb je zo'n speelse huisjes en die gaan uiteindelijk terug naar het plein. Dus het plein is hier ongeveer. Speelse huisjes zo. Oké, dus dat hier echt één huis. Dus het is een beetje lastig. Maar dat is mijn idee. En dan moet eigenlijk zo alles een soort van kerstdorp zijn. En dan... Ik vind het thema hier wel heel erg leuk. Deze heet dus... heel erg bedankt voor de donatie. Ik check hem even, sorry. Ik ben nu een beetje al mijn ideeën aan het opnoemen. Want die kon ik dus niet echt in video's zeggen, zeg maar. En dan weten jullie in ieder geval wel dat ik een leuk idee had voor dit park. World of Airports, heel erg bedankt. Nog een flipping donatie. Insane. Ik moet nu niet weer keelpijn krijgen. Dat ik weer moet gaan drinken. Het was net even heel erg, want ik ben zo aan het schreeuwen. Heel erg bedankt voor je 3 euro bij elkaar. Voor die 13 euro. Maar je weet, ik ben niet goed. Ben jij kwaadaardig? Heel erg bedankt. Spam even al mijn World of Airports in de chat. Ja, deze vind ik nog steeds wel leuk. Deze heet Snow Expedition of zo. En dan zit je dus op een slee over ijs. Dat vind ik nog steeds wel leuk. Figure Skater vind ik ook nog steeds wel leuk. Gewoon dat je zo als een schaats op het ijs zit te stuiteren. Deze, dit is Santa's Workshop. Sorry, ik verslikte hem even. Dit is Santa's Workshop en deze heet de Santa's Delivery. Dan ga je er zo hier uit. En dat was mijn idee dat je zo hier uit gaat en dan... is de rails een lopende band. En dan zitten hier nog lopende banden. En daar komen de pakketjes uit. En dan zijn hier elfen aan het werk. Dan ga je dus zo naar buiten. Doe je allemaal leuke dingen. En dan hier kunnen guests lopen. Maar dan komt hier dus... zo bijvoorbeeld schuin. Hier staan dus ook huizen. Hier ook allemaal. En dan komt zo... woem, zo die coaster daarover. En dat betekent dus dat je de pakketjes hebt afgeleverd. Dat is dus het idee. Nog steeds... ben ik mega blij met dat idee. Maar het zal nooit iets worden. Tenzij even Tijmen of Benny denkt van... damn, dit idee is sick. Dan mogen ze het lekker nakken en iets leuks van maken. Maar dat gaat toch niet gebeuren, dus ja. Want zo insane is het idee nou ook weer niet. Maar ik vind het gewoon heel leuk. Vooral, ik vind dit leuk en zo. Maar die Santa's Delivery... ik heb daar zo'n iets leuks in mijn hoofd voor... Ik heb daar echt zo'n leuk idee voor. Alleen het zal er nooit komen. Oh, zo sad. Zo sad. Crap, we moeten even hierin zitten. Hier ben ik ook nog steeds wel blij mee. Dat heb ik ook niet zo lang geleden gemaakt. Dit had ik ongeveer gemaakt net voordat ik mijn rijbewijs had gehaald. Dus echt in januari of zo. Nee! Nou, nog eventjes in deze zitten. Niet front row, het spijt me. Deze is nog best wel prima voor wanneer ik hem gemaakt heb. Ja, we checken nog heel eventjes dit park. En daarna gaan we eventjes misschien nog heel snel één VIP-server linken. Ook al zijn we eigenlijk al bijna aan het einde van de stream. We nog heel even snel één VIP-server om naar parken te kijken. Dan is het helemaal prima. Ja, deze is nog wel leuk. Alleen deze bocht is heel erg. Alleen ik heb er nooit zin in om hem te veranderen. Dat vind ik wel leuk hoe je daar tussendoor gaat. Ja, deze is leuk. Deze is leuk. Ja, ik kan gewoon zeg maar niet echt understaten hoe leuk ik nog steeds dit idee vind. Van die Snow Expedition. Alleen, ik heb de lat veel te hoog gelegd. Het is zo verschrikkelijk. En dat maken is zo lastig. Nou ben ik intussen wel iets beter geworden in de editor. Dus het zou misschien nu wel wat makkelijker lukken. Maar wie weet. Misschien maak ik hem ooit af. Je hebt je rijbewijs. Wat mis ik allemaal? Ja, dat heb ik ook niet echt in video's gezegd. Ja, tenzij je mijn Eurotruck video's keek. Dan zei ik in bijna elke video gaf ik een update. Van, oh, intussen 5 lessen gehad. Oh, intussen examenniveau. Ik heb morgen tussentijdse toets. Daar gaf ik een beetje de updates. Voor de rest kon je dat eigenlijk alleen maar op Instagram zien. Sorry. Even kijken. Oh, wat? We hebben gewoon 456 likes. Ik had er even niet naar gekeken. Sorry, dat ik helemaal niet door. Smash even nog allemaal die like. We hebben nog maar flipping. Hoeveel? 42 likes nodig. En dan hebben we die 500 likes. Spam nog even allemaal op die flipping like knop. Zodat die wit is. Volgens mij is die nu bij iedereen wit. Ik weet niet hoe het is in light mode. Maar zodat die ingedrukt is. Please do it.
Do it. Want bij de 500 likes doen we nog even een extra naamrondje. Want wat ik dan eventjes doe is ik start de VIP-server opnieuw op. En dan ga ik die zometeen meteen sturen. En dan, zodat jullie in de game kunnen. En daarna doen we meteen eventjes een naamrondje. Maar eerst moeten die 500 likes gehaald worden. Dus spam even op die like. Ik zag trouwens ook even een donatie binnenkomen. Dus die gaan we ook eventjes checken. Wij hebben nog een donatie van nog een keer World of Airport. Nog een keer even met een 3 euro bij elkaar. Flipping 16 euro. Is trouwens niet het enige wat hij gedoneerd heeft. Als je niet alle streams hebt gekeken. Deze man heeft honderden euro's gegeven. Spam World of Airport. Waar wachten jullie nog op? Geen naamrondje. Een naamrondje met alleen World of Airport. Door iets kwam niet heel bericht door. Oh, dus dan moet je nog een keer doneren. Maar ik bedoelde dat ik niet goed ben met donaties. Nee, dat had ik door, want het hele bericht kwam niet door. Nee, grapje. En wil top van de top zijn en verveel me nu in cruise. Oh, een saaie cruise, dat doet slechte dingen met een met iemand. Ik weet niet hoe je dat noemt. Laat maar. Mislukte grap. Sorry. Oh my god. Ja, je bent dus nu Flight Simulator aan het spelen in een cruise. Nee, dan snap ik het wel. Hoezo ben je niet goed met donaties? Wat had ik ook alweer gezegd dan? Ik weet het niet meer. Ik vergeet altijd wat ik zeg. Maar heel erg bedankt voor nog een keer 3 euro. Spam even allemaal World of Airports. En smash tegelijkertijd even op die like. We hoeven nog maar 7 likes. En dan hebben we gewoon die 500. Hoezo zit er een random man in mijn game? Een random man. Nou, het is geen random man, maar... Aan het einde van de stream wil ik trouwens ook nog eventjes iets heel sappigs laten zien, hè. Ik heb namelijk buiten Team Park Tycoon een sappige achtbaan gemaakt. En hij is heel smooth. Als jullie dat zien, dan denken jullie... Damn, ik had dat niet verwacht van Clonny. Ja, insane, hè. Insane. Even kijken, sorry meneer JMB004. U bent een hele toffe peer. Maar, vaarwel. Sorry, er moeten nieuwe mensen bij. Zometeen stuur ik eventjes een nieuwe link. Jullie weten intussen hoe het werkt. Je moet op de link klikken en dan maak je kans om in mijn Roblox game te komen. Hij komt dus zometeen. Ik haal vast deze even weg in de pinned messages. Ben jij net al geweest? Join dan alsjeblieft niet. Geef andere mensen de kans, want dit doe ik namelijk om naar park te kijken van kijkers. Denk je nou, ik heb geen park? Join dan niet, eigenlijk. Join alleen als je eventjes een tof park hebt met meerdere achtbanen, echt. Met achtbanen. Niet alleen maar de flat rides, maar ook de achtbanen. Heel even wachten, ik zet heel even kort de time of day. Yes, oh, we hebben die 500 likes gehaald. Lekker bezig. Heel erg bedankt, iedereen. Echt. Heel erg bedankt. Dan gaan we nu eventjes lekker beginnen met het namenrondje. En ondertussen stuur ik die link. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Want hij komt er nu aan. Oh, mensen zijn nu hele berichten aan het typen. En hoppakee. Zo, sorry. Even kijken. Het is nog een tippy stream donatie. Ik ben bang. Het is World of Airports. En hij... Vaak bouwt het altijd af, hè, qua donatie bij iedereen. Maar World of Airports gooit nog even een 19 euro. Een 19 euro. Zo, de helft van je doel. Kijk vanaf nu weer normaal. Ga dat eens even lekker doen. Ga het even lekker normaal kijken. Heel erg bedankt. Heel erg bedankt. Halve support doel. Er staat ook een hartje bij. Heel erg bedankt. Thank you very much. Spam even allemaal World of Airports. Er is een naamrondje, maar er moet ook wel even World of Airports bij zitten. Of nou ja, na het naamrondje nou maar. Want het naamrondje is nu toch al bezig. Het spijt me. Oh ja, sorry. Oh, het is best wel douchey van mij dat ik die link heb gestuurd tijdens een naamrondje. Maar daar zijn we. Even kijken. Ramon, Moos, Sylvijn, Felipe, Levi, Moos, Mark, Sylvijn, Sven... Moos, Ayub, Mark, Sam, Levi, Enzo, Ramon, World of Airport, sowieso, Noxki, Levi, Alexander, Eden, Mats, Mark, Kenji, Mats, Tijme, Rico, Justin, Amber, Noah, Mats, Mark, Ayub, Tijme, Odin, Lucas, Malik, J.
Justin, heb ik die al gehad? Nick, Tijme, Milan. Dat is altijd lastig. Danny, Rico, Robbe, Loi. Stijn, Moos, Noah, Kai, Remy, Tom, Nick, Justin, Sylvijn. Iedereen is lekker bezig met liken, hè? Ja, toch. Even kijken, zijn mensen nu nog steeds aan het liken? Dat vind ik wel heel lief van jullie. Dat vind ik heel lief. Even kijken. Ik moet altijd even al tab om het te zien. Oeh, al 516. Heel erg bedankt. We kunnen natuurlijk ook eventjes voor die 1000 likes gaan. Maar dat is wel onmogelijk, denk ik, voor nu. Daan, VR, Eden, Luc, Nout, Eman. Ik dacht dat ik iets hoorde. Een video of zo die nog speelde. Koen, Mike, Danny, Justin, Robbe, Daan, Quintijn, Sam, Robbe, Danny, Thomas, Lucas. Even kijken. Oh, hier. Er wordt zelfs World of Airports gespamd in-game. Oh, dat is wel heel lief. Dat is wel heel lief. We gaan nu eventjes kijken naar andere parken. Even kijken. Ik zie volgens mij een W staan. Dat is eng. Dat is eng. Hey, Noxki, heel erg bedankt voor je 1 euro. Heel erg bedankt. Alleen, het spijt me. Je 1 euro. Het is een beetje net het verkeerde moment volgens mij. Want, oh, is dit Noxki? Ja, jullie hebben het al gezien. Oh, Gamer Noodle. Wow, wat gebeurt er ineens? Oké, even 1 voor 1. Noxki, heel erg bedankt voor je 1 euro. Heel vaak gedoneerd bij elkaar ook weer echt iets van 100 euro of zo. Insane. Maar dan hebben we Flipping World of Airports. En hij stopt niet bij 19 euro. Nee. Hij gooit nog even een extra 30. Begamonkey zegt ook, what the F, World of Airports. Inderdaad, what the F. Na mijn rondje is vanaf nu gestopt. Vanaf nu is het alleen World of Airports gespend. Oh my god, deze man doneert 30 flipping euro. En hij zegt, wat een stream weer zo met 2 hartjes. Je zei dat je normaal ging doen. Oh my lord. Nou, jeetje mina zeg. Heel erg bedankt. Blijkbaar vind je de stream heel geweldig. Daar ben ik blij mee. Daar ben ik blij mee. We gaan dan nog wel eventjes lekker parkjes bekijken. Ik hoop dat je dat leuk vindt. Of misschien als je wil kijken naar coaster bouwings. Kunnen we dat ook doen. Maar even kijken. Wij hebben dan ook nog een donatie van Zigamer Noodle. Even kijken. Gamer Noodle met de 1 euro. Heel erg bedankt. Je laatste video's waren top. En dan streepje Louis. Zo moet je het toch zeggen. Crap. Ik ga even terug naar de vorige donatie. Sorry. Want ik weet ook niet of het hetzelfde persoon is. Dat weet ik om heel eerlijk. Ja, hier, Gamer Noodle. Het is Louis. Louis is het. Ja. Insane. Oké, je laatste video's waren top. Heel erg bedankt. Heel erg bedankt, Louis. Even kijken, wat waren mijn laatste video's? Oh ja, BeamRG. Nou, dan weet ik wat ik voortaan moet maken. Oh my god. Spam even die World of Airports, man. Dit is insane. Dit is insane. Zo, iemand heeft 7 miljoen, in dit park. Dat is insane. Of in deze lobby. Dat is deze, denk ik. Deze man is bezig. Oh, het is dicht. Rip. Oh my god. Is dat Noxki of niet? Oh nee, want het is een lang bericht. Oh nee. Het is Roetbeer. Het is Roetbeer met de 3 euro. Hallo, Clonnie. Ik kon niet joinen. Oh, helaas, bro. Het spijt me. Ja, op zich heb je ook wel lage kansen. Er keken net 250 mensen. En er kunnen maar 5 mensen joinen, dus het spijt me. Kan je morgen misschien mijn park zien? Ik wil heel graag joinen. Ik kan hem morgen wel eventjes bekijken. Ik kan ook even screenshots in Discord sturen, hè. Dat kan wel. Heel erg bedankt voor je 3 euro. Dit betekent trouwens niet dat als je doneert dat ik je park bekijk. Dat betekent het echt niet. Het blijft een donatie. Een donatie is gewoon geld geven, zeg maar. Maar Roetbeer, die ken ik van Discord. Dus dat mag wel even. Ik vind dat je dit heel leuk hebt gedaan met die strepen. Dat is echt heel leuk gedaan. Oh, dit is leuk gedaan, bro. Dit is leuk. Dit is gewoon hartstikke tof. Dat is leuk. Dit ziet er ook heel sick uit tot nu toe. Oh, die grond. Oh, dat is zo cool. Oprecht, dat is zo tof. Hoe heb je dat gemaakt? Hoezo zijn die hoekjes net zo raar? Hoe werken die hoekjes? Zeg maar dit. Oh.
Ik kan lang naar deze grond kijken, man. Hoe heb je dit gedesigned? Hoe ben je zo begonnen? Ik kan geen vloer designen, hoor. Oh, dat is zo'n één... Oh ja, het is zo'n driehoek. Ah, vandaar. Ah. Hier, die kijkers zien mij echt gewoon deze vloer analyseren. Iedereen is naar vloeren aan het kijken. Kijk, hij heeft dus een vierkant en dan zo twee driehoeken. Nou, dit moet ik stelen. Pff, heel sick. Kleuren zijn ook heel goed. Oh, sorry, ik ben blown away door deze vloer. Dit is ook wel gruwelijk hoor, zo'n draaideur. Ja, ik zou het gewoon allemaal niet bedenken. Ik zou niet eens daarover nadenken om een draaideur te maken. Ik denk iets te veel miniatuur. Maar deze vloer, bro. Die vloer is insane. Die is echt insane. Dit ziet ook heel sick uit. Nee, die paaltjes zijn die custom. Oh, op zich is dat niet heel lastig om te maken. Laat maar. Nog steeds sick. Nee, deze parkeerautomaat is zo cool. Nee. Sorry, bro. Dit moet ik stelen. Ik zat met een PNG met zo'n image panel te werken in mijn park. Mag ik dit alsjeblieft stelen? Maar ik snap niet, hè. Dit zou ik kunnen maken. Als ik er nu naar kijk, kan ik het maken. Maar ik zou dit niet zomaar kunnen maken. Dat zo naar binnen gaat. Dit ga ik stelen, bro. Sorry, of je het nou wil of niet. Ik zet een heel klein credit zet ik neer. Dit ziet er heel clean uit. Bord is heel cool. Nee, dit zijn allemaal parkeerplekken. Oh, en heeft die 1 en 2. Dat is wel cool. Alleen je park is wel bestaat alleen bij parkeerplekken. Nee. Nee, wat? Hoe heb je ooit dat gemaakt, die A? Heb je een soort van een image panel erachter gezet voor reference? Nee, wat? Hij heeft... Ik had bij mijn oude wonderpark... had ik deze paaltjes als plaatje neergezet. Maar je kan ze natuurlijk ook gewoon maken. Dat moet ik ook stelen. Oké, ik moet even... van alle angles moet ik dit fotograferen. Sorry, bro. Ik moet dit stelen. Want dit kan ik maken. Oh my god, ik had er nooit over na... Oh, dit is insane. Sorry, ik kijk echt totaal niet chat. Maar dit vind ik zo lijp. Oh my god. Nee, met ook die lampen zo. Oh, oh, en die bogen. Wat? Dat is gaaf. Wow, kijk dit. Dat is... Oh, en die bankjes. Oh, die bankjes zijn heel cool gedaan. Die zijn heel cool gedaan. Dit is heel goofy. Nee! Nee, Deze man! Kijk, Ionoxy zegt het is goed. Het is duidelijk niet af. Er is veel work in progress. Maar, nou ja, dit is duidelijk wel gewoon af. Dit is insane. Oh, hij gaat zo creatief te werk met die vormen, man. Want kijk, dit is... Hij is gewoon goed in ontwerpen. Want dit is helemaal niet zo moeilijk om te maken. Maar om het, zeg maar, te bedenken. De pinautomaat is ziek, man. Dat is ziek. Damn. Dit is echt lijp. Zo, ik wilde even snel naar parken kijken. Oh, mijn god. Oh, dit is een bel. Oh, my god. Dit is bizar. Dit is echt bizar. Maar ik snap niet, hè. Hoe kunnen mensen zoals de mensen die dit park... Oh, die vloer ziet er zo sappig uit. Maar hoe kunnen mensen die zo'n park maken zo'n visie hebben? In het algemeen. Maar mijn grootste vraag is... Hoe weet je waar je de achtbanen neer moet zetten? Want jij hebt dus daar een achtbaan neergezet. Maar hoe ga je er naartoe bouwen? Want ik heb ook achtbanen neergezet. En als ik ooit zoiets ga maken, hoe ga je er naartoe bouwen? Heb je van tevoren gepland... Oei, dit is wel een beetje gepland. Je ziet dat dit omhoog gaat. Maar heb je van tevoren gepland hoe je naar die station gaat bouwen? Bijvoorbeeld... Of hoe je naar dat ding gaat bouwen. Blijkbaar houdt hij ook wel van kloot. Want hij heeft rode stenen neergezet. Sorry, maar ik ben blown away, man. Deze station ziet ook wel goed uit. Deze coaster ziet er trouwens heel nice uit. Deze man heeft ook gewoon een werkende kurkentrekker kunnen maken. Oh, oeps, ik ben gevallen. Deze coaster ziet er super goed uit. Ja, je zou natuurlijk kunnen uittekenen. Dat is een goeie. Maar ja, ik weet niet hoeveel uur heb je in dit park zitten.
Waarschijnlijk nog best wel weinig uur. Oh, nee. 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 Deze man heeft een custom lift-heelmotor gemaakt. Wat? Hij heeft 1 cilinder zo. Heeft hij een dikkere, een minder dikke en naar een dunne. Heeft hij zo'n vierkantje. Die vierkantjes daar. Wacht, laat me even kijken. Wow, en daar heeft hij gewoon balletjes. Maar het lijkt dan op een soort tand... Hij heeft een tandwiel gemaakt. Hij heeft ook een band gemaakt trouwens, hè. Deze man heeft een band gemaakt. Wat? Hoe heb je het ook zo gemaakt? Dat die band in lijn is met de coaster. Dit is bizar. Maar... Ja, ik wilde vragen, hoeveel uur heb je hierin? En daarop dacht ik van, joh, het zijn custom sports. Het zijn custom sports! What the hell? Deze hoef je niet eens custom te maken, man. En hij maakt ze gewoon custom. Want deze man is insane. Hij heeft surface tracks. Hij heeft surface tracks. Sorry, deze stream wordt een jaar langer dan ik had gedacht. Deze man... Oh, ik heb zoveel zin om ineens een coaster te bouwen. Maar wat ik dus wilde zeggen... Hoeveel uur heb je? Waarschijnlijk niet eens zoveel, omdat jullie zo snel zijn in deze dingen bouwen. Maar ik heb hier niet genoeg tijd voor, man. Kijk dit. Hij heeft zo'n band en heeft hier zo'n rol gemaakt. Maar als je er zo naar kijkt, is het niet heel ingewikkeld. Maar hoe je dit from scratch kan maken... Oh, en die kabels. Oh my god. Dat is insane. Dat is insane. Hoe heb je ook zo die markeringen weggehaald? Hoezo staat hier niet closed boven? Sorry, ik vind het zo bizar. Hij heeft letterlijk storage tracks gemaakt. En hij heeft die... Dit is bizar. Ja, hij heeft die met... Hij heeft die metal beams gemaakt en dan dit. Ik dacht al, hoe maakt hij die catwalk hier aan vast? Maar hij maakt alles custom. En heeft hij... Hij heeft die box daar. Hier, heeft hij 2 van die losse kabeltjes. Dit is bizar. Ik heb hier 100 uur in of zo. Oké, dat is veel. Dat is veel. Oh, en dat lampje knippert. Oh, dat is wel veel. Maar nog steeds insane dat je dit in 100 uur maakt. Ik zou dit niet in 100 uur kunnen maken. Want ik heb die design skills niet. Ben je ook gewoon in het leven een creatief persoon, of niet? Heb je ook een ding om naar boven te springen? Oh, dat kan gewoon daar. Ben je zeg maar in het echte... Sorry, ben je echt aan het ondervragen. Maar ik zou zo graag dit soort dingen willen kunnen maken, joh. Dit is bizar. Dit is bizar, echt. Want dit heb ik niet vaak gezien in Team Park Tycoon. Je hebt heel vaak gedecoreerde parken... Maar parken met echt realistische coasters, zoals dit. Dit is insane. Sorry dat ik zo lang naar zo'n park kijk. Maar ik zou uren in zo'n park kunnen zitten. Ik zag laatst ook zo'n bizar sick park. Maar diegene was geliefd, helaas. Je kan anders ook even in het Engels typen als dat kan. Want ik zie een hoop tags. Ik zie wel dat je heel lui bent. Maar dat, is dat waarom je tijd hebt om hier aan te bouwen? Of hoe heb je ook die trap zo precies in dezelfde graden gekregen? Dat vind ik zo lastig. Ja, maar we gaan even kijken naar de coaster. Hoe heb jij een kurkentrekker gemaakt, man? Wat? Wacht even zo. Ja, dit is een goede coaster. Heel ziek. Ja, je bent heel, heel lui in het leven. Is dat de reden waarom je 100 uur hebt? Ik zou het wel kunnen maken, maar ik zou niet op die ideeën komen. Ja, klopt, want zeg maar, dit zijn vierkanten, zeg maar. Maar ja, dit is wel insane, Kian. Dit is insane. Ik weet niet of je nu al heel de tijd zit te kijken dat je dit allemaal hebt gezien. Anders loop ik er nog even een keer langs. Maar hier, dit. Allemaal custom. Al de supports die je hier ziet zijn custom. Heel gruwelijk. Echt bizar.
Ja, want kijk, je hebt hele insane dingen. Mensen maken kloosters in Team Park Tycoon. En dit is... Ik niet om je werk te downplayen. Het is insane. Maar dit is een soort van haalbaar. Maar daardoor heb ik veel meer besef van... Wow, dit is echt goed gebouwd. Als ik zo'n klooster zie in Team Park Tycoon... Dan denk ik gewoon... Damn, het voelt niet eens meer als Team Park Tycoon. Maar dan denk ik van... Damn, we zijn zo slim met al die vierkantjes omgegaan. Maar hoezo ben ik zo slecht in bouwen? Want hoe lang speel jij dit al... meneer Wenfirst, hoe lang speel je Team Park Tycoon al? Hoeveel park heb je? Hoeveel jaar speel je net? Ben je in het echte leven een creatieve persoon? Sorry, ik moet je ondervragen, want ik wil kijken of ik het in me heb om ook zoiets te kunnen maken. Ooit in mijn leven als ik met pensioen ga. Ja, ik heb alles gezien. Echt bizar. Ja, bro, die vloer! Heeft ooit iemand jouw park, jouw vloeren gecomplimenteerd? 2 jaar. Maar echt heel de tijd? Of gewoon on and off? Of ja, sowieso niet heel de tijd, maar gewoon vaak. Gewoon wel 1 keer per week of 1 keer per maand. De ride zou open mogen. Of is die zo gaar? Ik vind gebouwtjes wel... Ik ben niet echt heel creatief. Dit is een zieke ondervraging. Ik vind gebouwtjes wel leuk. Ja, gebouwen vind ik echt niet leuk. Ik vind die coasters ziek. Die supports maken in die service rails lijkt me super leuk. Nee, je bent de eerste. Ja, maar niet zo mensen kijken zo gedetailleerd naar een park. Maar ik waardeer het gewoon heel erg. Ik vind het zo gruwelijk. Echt heel sick. Gewoon ook hoe speels de parkeerterrein is gemaakt. Dat is toch lijp. Dat is toch lijp. Binnen 2 jaar, be like, hij is de baas van een echt park. Ja, man. Hij wordt de vloerdesigner van de Efteling. Maar je weet, wordt hij wel een echte coasterdesigner ook. Nee. Heeft hij nou alles in een zigzagpatroon gemaakt? Dat kost best wel wat tijd. Dan moet je ook echt alles in kleine blokjes bouwen, toch? Huh? Ja, hier. Dat is allemaal in kleine blokjes gebouwd. Heb je alles in zulke kleine blokjes gebouwd? Wow. Hoe heb je dat zigzagpatroon gekregen? Want hoe heb je hem zo smooth kunnen maken met zulke kleine blokjes? Want hij houdt niet... Als je een curve maakt, houdt hij niet de curve. Hoe heb je hem zo smooth kunnen maken? Zomer doe ik veel werk, in de winter ben ik best lui. Alles is 1 mil. 1 mil maar? En dat is ook een goede coaster, man. Poeh. Ah, die supports, dat duurt wel echt zo bizar lang om overal custom te maken. Met die Kingda K die ik heb gemaakt, was het dan nog best wel makkelijk. Ik heb alleen die Kingda K support zoveel te dik gemaakt. En heb ik zoveel spijt van, want het gaat zo lang duren. Ja, dit is gruwelijk, man. Ik zou wel updates willen voor dit park. Deze krijgen de dikste duim ooit omhoog. 47 dagen geleden een duim. Dat is echt een zin. Zo, dit park bestaat ook al een jaar. Waar is je money farm dan? Oh ja, hier, die zit hieronder. Nee, ik dacht ook, ik zag geen hoofdjes. Insane. Doorspark of dit? Ja, sorry bro, daar ga ik niet eens antwoorden. Ik zei al sorry. Nee, maar daar ga ik niet antwoorden. Het spijt me, oké. Maar het is gewoon beide gruwelijk. Zit beide zoveel tijd in. Dan wil ik niet het ene gaarder afkraken. Het zijn ook compleet andere parken. Wow, dat is een snelle corkscrew coaster. Wow, hier moet ik in. Hier moet ik in. Sorry, de stream gaat echt veel langer door dan verwacht. Maar ja, want we moeten nog alle parken in deze lobby bekijken. Oh, dit is het volgens mij wel na deze. Oké, mooi, want de stream duurt echt een stukje langer. Trekkerfan zegt, deze is van mij. Oké, we gaan het even bekijken. Luis Klon is zijn vloer zo lelijk. Wanneer heb ik een vloer gemaakt in Team Park Tycoon? Wow! Oké. Oeh. Dat was intens. Wow. Oké, dit zijn wel echt 100 G's. Wow, wat is deze ook? Maar die heeft een soort looping. En hoe ziet die daaruit?
Wow, deze groene ziet er lijp uit. World of Airports ook gewoon 65% van de golf. Ja, bro, het is insane. Het is insane, inderdaad. Maar dat is bijna altijd zo. Die man heeft ook gewoon overal daar hekjes geplaatst. Dat duurt al 100 uur, man. Of dat pad maken, bro. Hoe heb je dat pad zo ziek gemaakt? Oh, trouwens, we moeten even op de coaster letten. Wow! Oh, haalt hij dit wel? Oh, hij haalt het. Insane. Hoppakee. Wow, dat is close. En, wow, nu gaan we een beetje weird schuin. En, oeh, goede banking. Jeez, daar zijn we. Insane. Insane. En je hebt ook hier een drop tower. Very nice. Very nice. Ik zou trouwens van die ene dude daar nog wel wat kunnen leren qua bouwtips. Want hij heeft dus dat pad gemaakt. Maar als ik een bocht in een pad zou willen hebben, dat, ja, ik weet niet. Dat lukt mij gewoon niet. Maar deze is nice. Ik geef deze ook een like. Hoppakee. Ben je 60 dagen geleden begonnen met je park toevallig? Ik heb er nog één. Oh, is goed. Die kan je wel even inspannen. Dan kijk ik nu even bij de volgende. Oh, dit is niks. Helaas. En hier zijn mijn veel te dikke supports. Ik was zo blij hiermee. Maar als je nu naar dat park kijkt... Het ligt ook wel aan, deze zijn te dik. En ze zijn heel aanwezig. Wat ze misschien ook al zijn bij de echte King Daka. Nou zijn ze dus niet zo dik. Maar... Van die ene dude zijn park, de supports zagen er gewoon realistisch uit. Dit ziet er wat meer komisch uit. Maar dat komt ook wel omdat de coaster veel te groot is voor überhaupt zo'n plot, vind ik. De coaster is veel te groot. Er is een reden waarom dat build height is. Ik had zeg maar toch voor die King Daka, het was ook wel voor de video natuurlijk, hè. Maar ik wil denk ik zelf ooit nog wel in mijn leven gewoon een realistische King Daka maken. Want het was wel voor de video dat ik hem naar max build height had gezet. Want... Als ik hem nog een keer zou maken, zou ik hem tot waar die Ying en Yang coaster is. Dan voelt hij niet zo out of place. Dan voelt het gewoon als nog een achtbaan in je park. En nu voelt het gewoon alsof deze... De grote, de slider van de grote naar 200 is gezet. Dat vind ik er jammer aan. Volgende is van mij. Okie dokie. Oh, die daar. Oeh. Deze is niet zo groot. En die heeft hij een kiddie coaster. Die gaat zo naar beneden. Van wie is deze? Even kijken. Van Owen Pro. Oh, kijk, die staat hier naast me. Misschien kunnen we nog even snel erop. Oh mijn god, ik hoor trouwens ook een donatie. Ik hoor een donatie, het is een lang bericht. Het is een typisch... Laat me erop. Yes, oké, okay, we zitten erin. Ik check heel even deze coaster. Daarna check ik de donatie. Heel erg bedankt. En hoppakee. En boom. Nice. En voor de rest... Oh, dat is het enige. Oh, je bent bezig met een dark ride. Oké, okay, veel succes ermee, veel succes ermee. Dan gaan we nu even naar de volgende, maar eerst check ik heel eventjes de donatie. Zou je liever een klein realistisch park of een groot minder realistisch park? Liever een klein realistisch park. Als ik zelf zou maken, hè. Want groot realistisch is heel sick, maar dat ga ik nooit af kunnen maken. Zoals wat die ene dude had, dat ga ik nooit kunnen maken. Ik heb gewoon niet... In de long run heb ik wel zoveel tijd, maar... Ik heb niet zoveel dedication voor één project. Even kijken, de volgende donatie is... Van VR. Dat is een nieuwe donateur, als het goed is. Hij heeft 3 jaar gedoneerd, super duper bedankt. Hoi Dante, ik ben groot fan. Wil je alsjeblieft een keer met mij samenspelen? Fortnite bijvoorbeeld, ik ben groot fan, ik ben VR. Oh nee, ja, jij bent degene die heel vaak in de chat dingen stuurt. Yes, oh, nice dat je doneert. Heel erg bedankt. En super tof dat je een grote fan bent. Wil je een keer samen Fortnite? Ik zou weer een keertje Fortnite met kijkers kunnen streamen. Want dat deed ik toen een tijdje geleden. Er is nu volgens mij ook een nieuw seizoen. Ik zou naar kunnen kijken. Op dit moment heb ik het niet geïnstalleerd. Maar ik zou het wel weer eventjes kunnen installeren. Maar heel erg bedankt voor je donatie. Oh, deze heet Wonderland. Ik herken die naam. Heeft eventjes een money farm opgezet. Dat ken. Oeh, die houten ziet er nice uit. Die ziet er ook nice uit. Ik denk dat we in die gaan en in die. En hij heeft een Lego steen gemaakt. Deze ziet er goed uit. Deze ziet er echt goed uit. Ja, kijk die banking. Hoppakee. Oeh, die hobbel is goed.
Nu zijn we al wel een beetje gespoiled natuurlijk. Ook leuk hoe die zo over de baan gaat. Heel leuk. Hoppakee, we zitten in het treintje. Nou, daar gaan we. Heel spannend. Wat staat daar? The right to happiness. Oeh, hij is bezig daar met iets, hoor. Ja. Die ziet er ook goed uit. Daar gaan we zo in. Dante is een W-YouTuber. Dankjewel, Glitch Games. Thank you. Hoe staat de muziek ineens uit? Oh, nee, laat maar. Even een casual chainlift met hobbels. Dat is weird, maar dat kan. Kijk, hij zit ook achterin, hè. De builder himself. Ik ben bezig met een dark ride achterin. Ah, oké. Okay. Die kunnen we zo ook wel even bekijken, toch? Nou, daar gaan we. Spannend! Nice. Maar hier is die goede hobbel. Die zag er goed uit. Ja, die is goed. Misschien kan die ietsje sneller gaan. Maar hij is goed. Hoppakee. Gaan we zo. En had ik idee. Wow. Oh, wat? Op het laatst ging het echt super hard. Wacht, ik wil even bij die dark ride kijken. En daarna gaan we eventjes die coaster naar links. Die wit met rode. Even kijken, the right to happiness. Mag dit gezien worden of niet? Oeh. Is wel spannend. Oh, sorry. Het is inderdaad een dark ride. Hallo. Al bijna 560 likes, serieus? Dat is nice. Nou, dit is niet echt happiness hoor, ik zit in de gevangenis. Oh my god. Dark rides zijn lastig om te maken. Ik heb ook nu pas door dat je Master Oakway heet. Jumpscare? Nee, oké. Doom, doom, doom. Hoe gaat het met Overwatch? Goed, ik ben nog steeds echt aan het no-live. Ineens speel ik het weer in Saneville. Hij is vandaag gebouwd. Oeh, serieus? Very nice tot nu toe. Very nice. Alleen hij is natuurlijk nog wel work in progress. Dat zie je wel, maar... Het kan iets tofs worden. Dan checken we nu nog eventjes deze wit met rode, want die ziet er goed uit. Die ziet er ook wel nice uit. Maar die wit met rode, die baan ziet er gewoon cool uit. Kijken, waar is daar het begin dan? Oh, daar. Nee, we missen het. Wow, dit is ook wel een hot attractie zo te zien. Nou, daar gaan we. Heel spannend. Deze gaan we even checken en daarna ga ik de stream afsluiten. Ik zou dat hele goede park in nog geen 5 jaar kunnen doen. Nee, inderdaad. En dan zegt hij dat hij geen creatief persoon is. Nou, volgens mij wel hoor. Dat is insane. Ik heb zoveel zenuwen voor morgen. Oh, dan heb je een Nederlands toets, toch? Veel succes. Het gaat misschien goed komen. Hij heeft alleen geen remmen. Ja, dat hebben mijn coasters ook nooit. Gaat hij alleen nog een keer, of niet? Of gaan 2 karretjes op de baan of zo? Ik weet niet. Nou, daar gaan we. Oh, het is een booster! Oeh, nice! Die bocht was insane. Die banking? Oeh. Hier, dit is wel nice. Wow, oké, wow. En, oeh, zo. Het is wel ziek hoe ze door elkaar gaan. Daar gaan ze wel heel erg door elkaar. Ik stoot in mijn hoofd. En, oh my god, deze bocht. Ik snap waar ik het over had. Die was cool, die was cool. Die was wel heel erg leuk. Oh, en je hebt hier ook een soort Disney. Hier komt zo'n Disney toren, kasteel. Insane. Nice park. Oh ja, en daar hebben we weer dat park. Tja. Trouwens, like. En hoppakee. Like. Wat ziek idee. Oh, When First heeft hem ook geliked. Dat is heel lief. Dat is heel lief van jou.
Nou, dan gaan we weer eventjes naar mijn park toe. Nou ja, ik ga nu denk ik de stream afsluiten. Ik wil alleen niemand boeit het. Daarom deed ik het ook aan het einde. Ik dacht er ook ineens aan. Maar ja, daar kijken nu eigenlijk nog steeds best wel veel mensen. Hé, hey, we hebben een donatie. Even kijken wie dat is. Is Noxky ook nog wel in beeld gekomen of niet? Volgens mij wel. Ik hoop het. Of is daar dan geen sound effect? Hé, hey, we hebben nog een donatie van Spidey met de €5,42. Heel erg bedankt. Heel erg bedankt. Want ik ben echt een legend. Ik kijk al naar je sinds 2017. Deze man kijkt al 6 jaar. Dat is insane. Oh, het is trouwens 2024. Dan kijk je al 7 jaar. Oh my god. Heel erg bedankt voor je €5,42, bro. Je bent toch maar weer eventjes naar Tippy Stream overgestapt. Heel erg bedankt. Heel erg bedankt. Ja, dit wilde ik eigenlijk doen toen nu amper mensen meer keken. Maar er kijken nog steeds echt veel mensen. Ik zou ook op zich nog wel door kunnen gaan. Maar dan, dat weet ik niet, dat weet ik niet. Misschien maar niet, misschien maar niet. Maar, hier, ik heb dus een epic coaster gemaakt. Ik heb dus een beetje zitten kloten met No Limits 2. Dat is een coaster bouwgame. En nog met een ander programma, FVD++ of zo heet het. En ik heb nu mijn eerste coaster gemaakt. Er zit echt 1,5 uur in. Of 2 uur, want het is extreem lastig. Want met dit programma maak je dus een coaster. Door, in plaats van dat je een pad kiest, zoals in Team Park Tycoon, maak je de coaster door de krachten te noemen. Dus je zegt, ik wil nu dat ze 3G aan G-krachten ervaren. En door middel van calculaties gebeuren er dus dingen. En ik vond dat best wel fascinerend. Dus, ik heb een coaster gemaakt. Hij is niet heel spectaculair qua looping en zo, maar hij is wel heel erg smooth. Want het is zo bizar lastig om loopingen te maken. Maar kijk, als we even gaan naar dit en dan New Park. Het is best wel... Ik ben er best wel blij mee. Hij heeft wel supports, alleen ze zijn wel custom gemaakt, maar heel slecht. Dus daar moet je niet op letten. Sorry, jullie worden doof, denk ik. Jullie werden een beetje doof. Kijk hè, deze coaster. Ik ben er blij mee. Ik ben er blij mee. Ik ben er blij mee. Is er nou een zwarte balk onderaan? Daar gaan we, daar gaan we. Hier. Dankjewel voor je donatie. Check hem zo. Ik ben hier blij mee. Kijk dit. Oh, die is smooth. Heb je ooit zulke smooth hobbels gezien? Heb je ooit zulke sappige hobbels gezien? Ik was daar echt best wel blij mee. Ik was daar echt best wel blij mee. En voor de rest heb ik hier... transportstukje gemaakt. Hoe? En hier heb ik dus die... Ja, hier moeten nog supports. Dit is eigenlijk wat die dude heeft gemaakt in Team Park Tycoon. En dit is gewoon automatisch. Die supports, dat zijn die ook prefab supports. Ja, hier, dit zie je ook wel. Maar die moet je dus custom maken. Want dit is dus mijn coaster. Iedereen zegt nice. Nou, iedereen, één iemand. Dankjewel. Dankjewel. Ik ben er heel blij mee. Maar dit was dus echt lastig om te maken. Geloof het of niet. Maar... En wat je ervoor terugkrijgt, is dat je dus een hele smooth coaster hebt. Hij is wel echt heel, heel smooth. We gaan nog even één keer. We gaan nog even één keer. Sorry, ik vind het te leuk om in mijn eigen coaster te zitten. We gaan nog even één keer, oké? Okay? Want dan kan je morgen call, zou ik nog een donor doen. Of je een donor doet, dan moet je lekker zelf weten natuurlijk. Morgen call, misschien ben ik morgen wel online. Kijk hier, Cabin Crew Sim met kijkers spelen. Is het echt mogelijk om dat met veel kijkers te spelen? Zoals 10 of zo? Zo ja, dan wil ik dat wel een keertje doen. Dat weet ik dus niet. Ga je morgen live? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Morgen heb ik het wel druk. Oeh, kijk dit.
Daar gaan we nog één keer. Ik ben hier zo blij mee. Gewoon deze drop. En dus de G-krachten zijn perfect. Je ervaart volgens mij maximaal 3,3. Of 3,5, weet ik niet meer. En minimaal als het ware 0 G's. Er zijn geen gare G-bochten. Ze zijn dus allemaal zo uitgerekend dat je niet te veel G's hebt. Ik ben er blij mee. Dat is het enige wat ik wilde laten zien. Sorry. Het is toch even leuk om dat te laten zien. Dat mag toch. Ik hoop niet dat jullie nu mij haten. Omdat ik dit heb laten zien. Dankjewel nog, Ski, voor de 1 euro. Je hebt er toch voor gekozen om te doneren. Dankjewel, dankjewel. Heel erg bedankt. En oh, wat de support goal is gehaald. Oh. Ah, vandaar dat World of Airports heeft gedoneerd. Wacht, wat? Ik dacht dat Spidey, omdat Spidey had een specifiek bedrag. Maar World of Airports heeft nog even 8 euro gegeven. Zo, doel moet worden bereikt vandaag. Oh my god, dankjewel. Jeetje, Mina. Wie had dat ooit gedacht? Eerst was het nog, ik doneer even 19 euro. En dit is het. Maar 19 euro. En dan, hoppakee, komt dit allemaal nog bovenop. Volgens mij is die nog geen eens in beeld gekomen. Of ik heb het geluid gemist net, omdat de coastergeluiden best hard waren. Maar. Mega flipping bedankt voor die 8 euro. Ik weet dus niet of die aan beeld is gekomen. Heel erg flipping bedankt. Iedereen spam even World of Airports. Maar ook gewoon de andere namen natuurlijk. Even kijken, wie hebben we nog meer? Even iedereen bedanken. Wij hebben natuurlijk Kian, Eyoop. Die moeten beide niet vergeten. Hebben super vaak gedoneerd. Lorenzen moeten we niet vergeten. Jaël, misschien die wel. grapje. Dankjewel, Jaël. Heel erg bedankt ook. Jesse, World of Airports. Mega bedankt met echt de insane donaties. Dat was echt 60 euro zo'n beetje bijna. Gamer Noodle, heel erg bedankt. Rootbeer, heel erg bedankt. VR, heel erg bedankt. Spidey, heel erg bedankt. En even kijken, Noxki moeten we ook zeker niet vergeten. Lucas ook zeker niet. En oh ja, Spidey heeft ook nog op Superchat. Heel erg bedankt iedereen. Ook mega bedankt voor iedereen die gewoon heeft gekeken. Natuurlijk, je hoeft niet doneren om zodat ik je bedank, weet ik veel. Heel erg bedankt voor iedereen die gewoon heeft gekeken. Voor iedereen die heeft geliked. We hebben ook gewoon bijna die 600 likes gehad. Super bedankt iedereen. Doe nog even één laatste naamrondje. En dan ga ik de stream afsluiten. Mensen zeggen W, World of Airports. Ja, sowieso. W naar Dante. Ah, dankjewel, dankjewel. Ondertussen is er blijkbaar ook gekke strijd gaande in de chat. What the hell? Heb je karate gedaan? Heel vroeger, ja. Waarom eet je nog altijd eend? Ja, omdat Smikkond wasbeer heet. Worms of Airport. Nee, het is World of Airport. Dat is iets anders. Thor, Ivar, Abel, Jesse, Antonio, Jopie, Thor, Abel, Noxki, Benjamin, Roen, Merit, Jesse, Thor, Mick, Jopie, Mick, Roen, Abel. Wat gebeurt allemaal met de motion on the jet? Welk spel vind je het leukst om te spelen? Ja, dat verandert altijd. Welk spel ik het leukst vind om te spelen. Het is dan even Team Particoon, dan even dit, dan even dat. Dit moment denk ik wel Overwatch. Hiervoor was het een aantal maanden Flight Simulator. Nu vind ik dat ook wel leuk, maar nu doe ik even voornamelijk Overwatch. Maar mijn favoriete spel ooit, maar dat speel ik dus niet per se nu, dat is wel Outer Wilds, denk ik. Of The Great Ace Attorney. Staat een beetje getied op één plek. Ik heb die game echt 2-3 jaar geleden gespeeld. Ik kan nog steeds niet kiezen welke ik beter vind. Aiden, Wessel, VR, Lars, Antonio, Alexander, Finn, Owen, Philip, Finn, Jason, Marjolein, Wessel, Nout, Philip, Wessel. Hoe oud ben ik? Ik ben 17.
Len, Wessel, Thor, Owen, Len, Keanu, Owen, Alexander, Dani. Ja, je kan inderdaad samen cabin crew, maar kan je echt met veel mensen in één vliegtuig? Want ik wil niet met 1 of 2 of 3 of 4 of 5 kijkers in een vliegtuig. Dan wil ik wel echt met veel. Danny, Gijs, Raf, Alexander, Elise, Dani, Keanu, Damien, Lunar, met wie vind je het leukst om te spelen? I don't know. Er is niet per se. Is dat bedoel je met welke vriend of wat? Dat kan ik ook niet echt zeggen eigenlijk. Dat is weird. Dat is een beetje weird om te zeggen. Je bent echt een gangster. Dankjewel. Ik ben aan het kijken met 2 schermen. Maar 2, Noxky. Oei, oei, oei. Holy shit, 17 jaar al. Nee, ik keek je altijd 6, 7 jaar geleden. Ja, de tijd gaat snel. Jij bent waarschijnlijk ook oud. Ineens. Ten opzichte van 7 jaar geleden. Dante, ik heb best vaak mijn naam gezegd in deze stream. Namelijk 6 keer. Ah, nice, nice. Groot vliegtuig kan je met 6, 7 of 8 mensen. Oh, serieus? Oh, dan moet ik daar eventjes naar kijken. Dankjewel. Dante, je bent mijn idool. Leuk om te horen, Glitch Games. Heel erg leuk. Dankjewel. Jochem. Thor. Bij 600 likes, de Gritty. Bij 600 likes... gaat de stream een seconde langer door. Heb je hobby's? YouTube... Muziek maken, muziek produceren, gamen, zeilen, dat is het wel. Wat is je lievelingseten? Ja, dat heb ik dus niet echt weer, maar ik denk Indiase curry of zo. Er is niet echt één stuk voedsel waarbij ik denk van, oeh, dat is wel sappig. Tijd gaat snel. Ik ben nu 15 over een paar weken examen. Toen was ik 8. Oh, je hebt over een paar weken... Ah, oké. Okay. Nou, oh, je bent nu 15 over een paar weken. Oké, okay, nee. Sorry. Ik dacht dat je bijna jarig was. Veel succes met je examen. En dat. Ja, dat. Sorry, ja. Als de chat zo snel gaat, is het lastig om het te lezen. Ik zag je voor het eerst en toen vond ik je al heel grappig. Wanneer zag je mij voor het eerst? Was het echt lang geleden of niet? Vind je me nu nog steeds grappig of niet? Dat is de vraag. Wanneer Gritty? Die heb ik al een keer gedaan. En dat gaat niet in een Roblox stream gebeuren. Dante staat gelijk aan strijder. Dankjewel. Ik ben gesubscribed met alle accounts op u, Dante. Dankjewel iedereen. Heel... erg bedankt iedereen voor deze leuke stream. Smash even nog allemaal op die like. Heel erg bedankt voor iedereen die al geliked heeft. Heel erg bedankt voor iedereen die heeft gedoneerd. Heel erg bedankt voor iedereen die leuk heeft meegechat. Die heeft meegedaan. Gewoon heeft gekeken. Het maakt niet uit wat je hebt gedaan. Heel erg bedankt voor deze leuke stream. En dan ga ik hem hier dus afsluiten. Ik hoop dat jullie dus genoten hebben. En ja, wellicht zie ik jullie. Of één van jullie. Ik weet niet. Bij de volgende stream of video. Later.